Emma Melns. 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 Oh, Melns. Ik heb Melns. Het is Melns. Ik heb Melns. Melns. Mowak. Ja, ik zie hem zelf. Yes, ik ga zo. Ja, man. Ja, doorheen. Geel. Goeie, daar. Ik moet Poekie nog wel in warm. Oh, de Poepie. Ik denk, nou, waar heb ik nou weer over? Poepie? Nee, dat is echt al haar. Ja, hoor. Nee, ik ben kijk, met Poekie waar. Goeiedag, Hekman. En de rest natuurlijk. Connect. En verder. En JJ. Yo. JJ. Ha, Van der Laan is er ook alweer, jongen. Michel Rakers, ook goede dag in. Ja, alweer compleet. Ja hoor. Hele koor weer compleet. Ja hoor. Kloos. Ach, Martini ook weer. Hey Simon, long time no speak, jongen. Simon, ja. Simon, Simon. Simon. En Kams. En Padre. Cornelio is ook weer wakker. Ook, ja. Ja, Tiger Heart. Sibren van Genderen. Oké. Okay. Jeffrey de Haan, Appels Gaming 162, die zegt Emus is de beste! Wat moet hem zeggen? Kijk. Oh, hier is Emus niet alleenig, even bij deze heet. Oh, nee. Nee, maar doe geen gelijk aan die. Anna Baart van Houten, uit Boeren van YouTube. Gaas. Gaas. Gaas! Mooie zegt Kasper, Patrick, Sander, Sibren. Het Broek zegt gaas, 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 gaas. Pugs Mini One. JJ. Tjalle zag ik ook. Tjalle Ek. Ja, Tjalle, er stond geen 04 sub erachter. Oh, die van Eurotruck toen ja, door. Ik denk wel dat dit dezelfde Tjalle is. Goh, ik zou best kennen. Oh. Eddie Alms. En Kloos Mulders. Mark ten Berge. Pieter Hiemstra. Nou, ik wil eigenlijk vandoor beginnen met een liedje. Liedje? Nou, Tjalle Jacobs. Zal dat hem winnen? Oh, is dat Jacobs? Ja, yeah, that's me. Tjalle Jacobs. Ja. Hey jongens, ik wil even beginnen met een liedje. Wat voor liedje? Dat Amos & Co hit, die is geremasterd. Oké. Okay. Is nog weer wat verscherpt en verbeterd, jongens. Dus die wil ik eigenlijk horen laten voordat we de intro doen. Dus ik doe het liedje, dan doen we de intro en dan doen we die andere intro. En dan beginnen we pas, ja? Ja, oh, we love. Ja, dus maar even rustig en even stil ben, dan gewoon eerst het liedje doen. Tot zo, ja, jongens. Doe maar één. Waarom houd ik door?
stream met de Legend 06 en de Jelle Day speaker. Farming Simulator op de zondag om. Overtouw door de week, jongen, het is versloomd. Gas, gas me jong. Gas, gas me jong. Gas, gas me jong. Dit ben een musico op de trekken me jong. Oh, wij zijn nou begonnen. Oh, mooi maar. Jouwe. Nee, die intro's die hun je niet. Oh, ben je voor de helft? Begon wel. Nee, ook niet. Okay. Jouwe. Ja, stukje? Mij wel. Nee, ja, de eerste 10, 15 seconden hoor ik wel. Ja, of vroeg dan. Maar dat doen, het was over. Frames. Ja, maar goed, nooit. Maar als goud is, dan is dit goud nou zo. Jongens, we gaan aan de gang. Ja, wat gaan we dan? Wat gaan we doen? Waar heb je trouwens een mooie muts nou? Ja, dikke muts. Dikke ja. Muts. Dikke, gewoon bijt, maar dikke muts. Ja, dikke bak met muts. Hey, Emus, Boers, wat gaan we doen? Ik wil bij hem hier een nieuwe map, jongens. Waarom hebben we een nieuwe map? Ja, ik vond Ellerbach een beetje krap, een beetje klein. De weg voor kwijt, dit en dat, zussen. Ik vond dat, nou... Het was niet echt een bagger map, maar... Nee. Nee, maar dus, ook niet mooi. Nee, hey, en deze map... Laat mij eerst een uur, bro. Oh, jongen. Deze map, die was... Nou, is ietsje ruimer opzetten. Zit met meer mogelijkheidjes in. Allemaal dit en dat. En is net even wat mooier getekend. Even wat ruimer, even wat meer zicht overal. Dus ik denk dat we dit beter aanpakken kunnen. Legend, dit is dien territorium. Hier ben de kalfkes. Oh, kijk. Ik hoop wel dat we andere banden onder de trekkers en de wagens hebben, jongen. Want dit zijn achterkanten. Wat? Wat is dat? Hier, ik ben een vuildeel. Ja. Dat ben een Verstappen zien banden overmiddag. Daar klap ik mijn prothese eruit. Die rammel hoor. Nou ja, maar dit ben dus ook hier allemaal wat meerdere sleutelsilootjes, dit en dat. Maar, en we hebben ook die maze mod erin zitten. Dat is even een dingetje, dan moeten we even leren wat dat is. Dat betekent dat wij dus, als we willen kuilen, één keer schudden. Ja. Eén keer schudden. En als we willen hooiden, moeten we drie keer schudden. Dus ik wil eigenlijk even beginnen te maaien. Dus als er een schudder achter mij aankomt, Ken, dan Ken daar. Ik kijk nog even die paas naar, ja? Ja, best. Een schudder, hè? Ja, we hebben hier een schudder, zeker. We hebben hier wat spul staan. De MF zit voor de schudder. Oh, oké. Okay. Nou. En eventueel kan veld 1 ook beginnen te worden te combinen, als dat kan. Maar het mooiste is dat we direct eerst met elkaar reden naar veld 68, wil ik hem in. Dan moeten we één keer schudden. En wat moeten we dan? Kunnen we dan kuilen of wat doen we dan? Met één keer schudden gewoon kuilen, ja. Dus de kinderharkmer, de lorenwogen moet nog komen, denk ik. Oh, Pieter Roorne doet hem! 2-29! Supertje. Ik ben er weer bij. Gas met die trekker, Emus. Legend of Ben. Kreeg ik niet. Oh ja, doe dat. Ja, rekt de deur niet open van die loods na. Wat is dat? Is die deur in die rail schoon? Nee, denk ik. Er is thermo op één deur. Oh, pascode loterij, wacht. Nou. Toch super lief. Oh, ja, oh, dit is natuurlijk de buren natuurlijk. Pascode Loterij doet 5 en zegt na het mislopen van de straatprijs hier toch een kleine attentie van ons. Ja, dat zijn gewoon de buren, hè? Die ben die gewoon aan het stoken. Dan is diegene met die BMW zeker. Ja, dat denk ik wel. Die riep nou voor in de straat toe, dan zeker. Ja, die ging naar een gierende man de stoel. Ja, ik zwaai er. Ja, ja, ja. 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 De buurvrouw die ligt nu achter Gedina, reelt te krom te leeg van slaan. Ja. En de buxus. Niet over de paas. Nee, sorry. Jongens, we gaan naar veld 68. Veld 68 is horsesgras. Gras voor de horses, of course. Oh, dat is daar en dichtbij, zeg ik. Ja, dat is hier. Ja. En die gewoon. Ik kobbel jij de. Dit is echt gras, dit moet eraf, jongens, want dit waait al. Het waait hier. Oh nee, dan moet op. Kill. Wat is dit nou weer? Maar wat? Dit is wel even gras, jongen. Horses. Voor de horses. Maar jongens. Doe je fuck horses, paarden? Ja, paarden.
Bingo, het is tijd om bergen van Bingo. En de beste. Jongens, ik wil even de deze cyclamail aan hun. Dit was even een tip van Harm Farming. Dankjewel Harm jongen. En ik wil even deze mail aan hun als ik hem opstart. Wij moeten hem namelijk eerst hem op toeren jongen en dan kunnen we hem gas geven. Komt ie. Ja, is nog wel. Let op. Hij heeft heel lang werken muiten van, hè? Ja, maar ik heb het idee, Ko, dat er geen drukolie in die bak zit, maar zo heurt. Bro, gaat. Ja, hij jankt. Rauwe logers. Ja, jongens, nog een keer. Komt-ie. Nou, gewoon maar jongens. Met een gang van 22. Hoi, Kiel. Maya Mu zegt Gerrit Robers. Goeiedag. Oeh, Klaas Mulder. Klaas Mulder, jongen. Dankjewel voor de team. Hij zegt succes, maatschap en moderators. Dikke hype voor jullie. Oh, zo. Ja, ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Super. Dikke hype, jongen. Hype voor Klaas Mulder, jongens. Hé, jongen. Tine zit er ook even. Moest hier eens komen. Gisteren zegt hij... Ah, goeiedag. Check deze horsesgras. Dit is wel satisfying als je dit maait. Oh, kijk. Dit gaan we dus één keer schudden, jongens. En dan gaan we dat kuilen proberen. Ja? Waar verloren we ook nog hem, jongens? Oh, kijk maar even. Ik dacht niet, Ko. Ja, is mij al de... Denk ik niet, Ko. Nee, sorry. Ik kan wel even. Ik pak gewoon in mijn zeeloor. Is dat goed? Niet een te dikke lorenwok. Nee, klein lorenwok. Die kronen turbine. Nee, die niet. Die is dood. Die rappelde al in tabielbak. Ik wil... Hoi. Standaard, capaciteit, 3100. Ja, door mag ik keren over. Doen we dat. Michelin. Bredeboom. Staat deze maaier in de mod-up? Ja, strekkerspatter, deze maaier staat in de mod-up. Ja. Dit is de Pottingen Novotec. Novotec. Novocat. Ik dacht Novotec die. Novotec? Nee, dan hield het er wel Jack. Novotec. Ja, denk ik wel. Nee, Novacat, zoiets, ja. Heb je de nieuwe DLC al? Nee. Waar is die winkel, jongens? Oh, Handler is daar. Waar hebben jullie de winkel neergezet? Ik zet hem kieken, Ko. Ja, ik zet hem kieken. Ja. Toen wist hoe... Dat trekkersymbooltje. Bovenveld 15. Sowieso. Ik heb hier een beetje Ko kent knap, dunner. Ja, geen klap. Mooi even, Ko. Gerrit Robers, goeiedag. Ja, dat heb ik net ook al. Was dat Gerrit, toch? Is die muts er al uit? Welke muts? Ik heb hem niet uit. Nee, de muts is uit. Hij is te downloaden bij de heer of mevrouw Bezafits, dames en heren. Zeker. Wat een zware rook. Ja, joh, deutje, joh. Die moet even warm worden. Neem hem schoonbrand. Die galapaaien, die is even warm. Je moet daar net wat stickers op die MS, hè? Een beetje Lady in Red of zo. Die Samen Remmeling. Wat hebben we het over? Samen Remmeling MS. Oh, die! Ja! Ja, die heeft wat types groter, maar de trekker. Ja? Mooi Legends! Hoi! Hey, jongen! Gaat u hem skutje? Is Jelle hem van audio af of niet? Wat zegt u? Is Jelle even van de audio af? Ja, ik denk dat niet. Huh. Jelle? Ja, hij had hem ook uit. Oh, dat is allemaal telefoon aan hem. Dat denk ik. Maar ik heb niet gewonnen, boer Harm Jan. Mooi kalender was het even. Ik doe echt niet won. Ik heb de kalender van vorige week is gegaan naar Beddes.
Bootleggie. Hekman, jongens. Die is naar Hekman gegaan. Waarom? Zijn tomeloze enthousiasme en zijn berichtje is altijd zeer positief en fantastisch. Dus bij deze heeft Beres Hekman deze kalender gewonnen. Jongens, ik heb probleem. Oh, dit is een lokaal. Een zelfrichtende ventrekker is dit. Kijk, dat biedt perspectief. Jongens, ik wou er even moeten. Ik had een telefoon. Ja, dat had mij deur, maar dat gaat niks. Moet ik nog in mijn loren worden om? Nee, ik ben op mijn winkel doe. De shot nam het beter. Oké. Okay. Is er dan een kuilverdiller, hè, Muske? Verdiller? Verdiller? Hij denkt helemaal met die baantje. Ja, maar die... Nee, maar dan moest hij die shovel pakken. En dan even aan het denken voor ze. Ja, maar is die er al op de boerderij? Nee, dat moet helemaal aan het denken voor ik koop hem mee, Jelle. Is die rek? Die rek. Die rek? Wat hebben we het over? Die rek. Die wakkel. Ja, rotje. Ja, die, is die er? Heb je erin gezet? Dat weet ik niet meer. Hij zou ook even een slag buiten om. Ja, nou, eerst even. Je moet hem aan het denken kennen. Ja. Ja, dat... hè? Hierzo. Petter, mooi even allen tezamen. Ik kwam even melden dat ik er niet bij ben vanavond. Oh. Nou, dat is schade. Het toch ook weer wel. Waar sta je dat ding onder, hé, Muske? Egel, die vraagt niet, zie je zeer machines? Ja, als het doorstijdt. Ik weet dat niet. Ja, ik heb. De rekmachine? De rekmachine, small body of wide body? Ja, we wide body zijn. 3 punt of een wielloader. Wielloader. Ik moet niet de bord bij de kaan laten, want dan trekt er ook graag bij in, denk ik. En een keer zeer normaal slaan, om verder niks kunnen kennen. Dat is toch geen dubbele mooi dan even? Nee, dit vind ik veel te mooi. Oh, dat dacht ik al. Ja, dat is veel te mooi. Mooi, Emus, hoe gaat het even, het leven? Goed? Ja, hoor. Even. Hoe is het met Jim, jongens? Hè? Hoe is het met jij? Nou ja, niet goed. Nee. Maar dat wist je wel. Ja, geestelijk al. Geestelijk alles kids wel, achter maar. De rits, maar lichamelijk heb ik een voor bepakens. Deze hey, hoe je rollen, papa. Ja. Ja, dat komt van dat gerap en gescheur natuurlijk, hè. Ja, ik snap die. Ja, zoveel jaar trouwt natuurlijk. Het trouwt niet. Au. Binnenkamer. Nee hoor, ik heb waarschijnlijk een slijmbeursontsteking in de school. Dat is minder, dat is niet leuk. Nou, dat ben betere ding. Hey, dit hoeft niet 3 keer scheurd, maar dat gaan wel. Eén keer voor de kou. Eén keer! Eén keer voor de kou. Ik ben nou al niet spoor van over. Nee, nee. En nog de tweede keer scheurd moet er helemaal niks over. Nog de tweede keer scheurd moet er helemaal niks over. Want, en als je dan nog een keer scheurt, dan denk je van, hé, wat hoor je ineens? Dat is een beetje van, hè, maar goed. Wat ben je aan het maaien dan? Dit is harsensgras. Gras voor de harsens. Als je per ongeluk een keer ergens weer overheen rijdt, dan is dat niet erg, toch wel? Nou, dat weet nog wel niet. Dan kom je toch niet aan. Nou, of we moeten... Nee, nou... Of 06 moeten we er eerst zwartjes van maken. Hey. Wat gebeurt er? Wat? Keepje zeggen. Waar ben ik niet eens? Hè? Wat? Hè? Wat dus? Is het over het dak? Ik sprong in één keer op dak. Ik zit Jelle aan te kijken. Ik gooi ja. die vork voor die shovel weg. Oh, dat is zo'n autoloader vark. Vark. En ineens... Oh, had het eigenlijk ook geloofd? Oh, dat moet niet weer doen, Jelle. Doe nice achter u, denk ik, met die ja, maaier. Ik luister toch wat ik zeg. Ik nou, knalde net in één keer uit de game. Bam! Ja, maar dat was net achter u dan, Mike. Ja, nou ja, mag ik me even weer verbeteren? Jongen, ik was in één keer de hele berms aan mijn. Nee. Ja, die ga ik niet schudden, hè? Nee, dat moest niet in de lommeling. Donders nog aan toe, tijd vergeten. Heb ik wat gemist? Theo? Ja. Huh. Om precies te weten, 20 minuten. Ja. Imkie, jongens, voor in de winkel. Boven veld 15, nee, Twente op de boom. Rechts boven oh ja, Jan. Ja. Goed bezig, nu zelfs de schandooltjes neemt ze met je. Ja, juist. Ja, oh. Oh, let je hem, doe maar steeds met hem aan kader. Ben je al onderweg, joh.
Anders wordt het een confrontatie. Dat koe is vanochtend een beetje ijbers. Ijbers? Ja. Nou, mijn moeder. Ja, die heeft vroeger altijd waakt in het Sunhuis. Nee. En ja? Daar was ook altijd meneer ijbers. Oh. Die zei altijd net voordat haar zuster wat wil doen, zei dat tegen hem wel. Oh, ga niet. Dus toen zei mijn moeder ook altijd tegen ons, van als wij dat zeiden van, hé, ijbers. mooie Maaier, dat geluid. Ja, 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 ja. Zeker, jongen. Dit is super sound. Goedenavond, zegt Magic Coachje. Familie van Dijk, hoor. Denk. Ruben Meijer, een nieuwe fan. Dus, weet ik niet. Ik heb stiekem aan. Chef. Ja? Ja. Ja, joh. En dat kan op allerlei manieren. Anoniem. Doet 5, dankjewel jongen. Hij zegt goeiedag uit Muus & Co. 06 en Jelle. Hoe is het met jullie dan, mijn jonkie? En Emus, die muts zit lekker hoor. Gelukkig is het nu wel goed gekomen. Groeten 1455. Kijk. Leuk! Goeiedag en dankjewel. Hier alles goed. Goed zo. Nou, bedankt, bedankt Fatty. Dit is Fatty. Hier, met je coachje, die zegt, die wordt op dit moment ook even 19 gespeeld. Nou, dat is goed bezig, joh. Shit. Waar kan je deze map downloaden? Staat een link in de beschrijving, oppers. Ja, bij de mods. Koffie op. Wat een dikke. JJ is weer druk met emu-scans. Ja. Van ATS'en. Van ATS'en? Ja, wij zijn ook wel eens op Twist, Jelle. Hè? Op Twist? Ja, dat doen we ook wel. Ja, maar dan zit we met ATS'en dit en dat. En dan JJ heeft een hele mooie scans van Max. Daar heb je onze Facebook een link. En als je die scans ook graag wil, check ebensfarming.nl/download/ATS2/JJ/skins/vachtwoorden/trailer/. Dat zou even zijn. Een beetje van Guns N' Roses of zo? Slash. Ja, die slash. Ja. Hey, Boontje. Oftewel, Jappie. Ja, Christian 2021 is een nieuw lid. Ja, ja wat. Dankjewel. Super. Dank je, jongen. Een nieuw bronzen lid. Daar gaat hij weer. Ja, een nieuw. Een nieuw lid. Jazeker. Ik heb vanmiddag ook een skin gekregen van JJ. Oh ja? Ja, mijn eigen. Oh. Een speaker scan. Nee, Rising Sun, of niet? Ja, ook. Allebei. Oh. Pink. Ja. JJ is los. Oh, legend. Maar daar stoel je van mooi, joh. Ja, die stond die deur ook al niet open. Nee, die is er niet. Nee, inmiddels net ook al. Bouweltje, nee. Druk eens een paar baan. Oh, Ruben Meijer. Het is emusfarming.nl/download/ets2/vrachtwagen/aanhanger/jj/. Nou, kijk maar even op de site. emusfarming.nl. Dat dan wel. Dat dan. Hoe is Legend? Ah, nou, een goedje. Goed, ja. Jello, in orde. Ja hoor, zeker. Is Legend al aan het scoortje of nog niet? Ja, hier, ja ik heb hem ook daar doen, maar nee, misschien moet... is het handig dat iemand anders dat even over heeft. Wat dan? Ik zie niet zo goed wat wel en niet scheurt. Oh zo, oh. Ja, ik snap niet. Tuk een bassie. Ik snap wel niet, mag ik wel. Ja, sorry. Tukkebassie doet 3 en zegt muts mooi snel binnen topper. Ik was van het weekend even lekker bezig in Duitsland met de hakseloor roepen. Hakseloor? Oh. Hakseloor. Goed bezig Tukkebassie. Mooi man. Weer een muts op een goede plek terechtkomen, van hem ook wel. Goed bezig man. Tom Achterkamp zegt, heb ik wat mist? Jazeker. Ja. 24 minuten. Zo. Ja. Wie is wat Sjana zegt? Nee! Gaas! Wat? Oh, jammer. Gaas! In die compressorstuk of zo? Nee, dat is best. Oh, wat is een 2-cylinder compressor? Nee, ik heb me afgesteld 20 bar. Oh, juist. Even meer. Okay. Oh. Duurt wel zeer aan oren. Oh, sorry. Ben woensdag, nee, vrijdagmorgen krijg ik geen westen uitspuiten. Dus oh, ja. Het gehoor is weer prima. Hé, wat zei je toen, Jelle? Ja, dat bedoel ik. Hij hoort wel, maar hij luistert niet. Nee, dat nee. Dat ken je nou weer.
Kies toch een bril komen, hè? Dan doen die oren toch nog wat. Ja, is ook zo. Die heb ik ook. Ja, dat wordt ook bij veel naar buiten, hè? Voor mij hebben jullie alle drie een bril, maar ben die oren, is dat puur zeg maar voor de bril of? Ja, maar ik denk wil je ook niet horen. Nee. Nee. Kan je even Rick Potsen zeggen? Hij is jarig. Wat geen stoel, Letje. Oh, dan ga je biemenkort hark. Ja, als we dan een keer omheen gaan, zometeen straks helemaal een of andere keer. Dan ja, ga ik daar mooi met het harkje eromheen. Hier ligt nog pakken, jongens, van de test. Test? Van de hoe dan? Oh ja, ik zweer dat ik kijk terug. Hier ligt nog een. Wordt het jammer. Ik heb de draailing. Nou, dus ik kom wel tegen. Ja, ik was vanmiddag een beetje in de spoedcursus zomer met Sifte. En om te weten hoe dat zit met dat gras en dit en dat. Maar we snappen het ongeveer. Mooi. En ik had een idee. Ramon, kist hem. Wat voor idee hast? Zeg ik in de chat. Ik heb namelijk al met Ramon besproken. Ramon, kist hem in de chat zeggen van... Wat voor idee had staan even in de chat, hè? Wat is dit weer, jongen? Slijmballerij? Nee. Jetsen, mensen, Beze Vits met rust. Ja, Beze Vits. Wat is er met Beze Vits? Een hele goede YouTuber. Ja, ja, maar die heeft nou veel te drukkering door. Niet grap. Misschien wel. Oh, Broek zegt, wat had je voor idee, Emus? Oh, nou. Ravage, zegt wat, Emus. Kist u daar wat van, Bob? Queen sur Xbox. No, no, je suis là dans la PC. En j'ai le speaker is also dans la PC. En de cochatin is also dans la PC. En ce Legend 06 has a Dutch PC. Hallo. Maar, Broek. Wel, alles goed, Emus. Broek. Ik had een idee, en dat had ik ook al in mijn broek apps. Ik vind dit zelf persoonlijk een hele mooie map voor multiplayer. Aha. Is dit een map om op de fanserver te zetten? Zodat we elkaar een beetje kunnen ondersteunen hoe dat zit met dat schudden en dit en dat. Is dat leuk? Is dat een idee, mensen, kijkers? Mensen die ook in de fanserver veel dingen doen. Is dit een leuke map om in de fanserver te doen? Er zijn maar meer opties mogelijk. Is dat leuk? Want ik begreep dat je met Zosnovka, Zosnovka, net begonnen waren. Dus is dat misschien leuk om misschien deze map aan te pakken? Ja, nou, het is ook wel wat anders wat je aan kunt pakken, hoor, Emus. Oh, gewoon in de kokers, maar hem goed in een ronde slingen, Mil. Kiel, vandaar die omsteking. Ja, dat komt door die kokos, hè, dat prikkelt zo op je schouder. Klopt, en dan raakt hij gauw overstuur, hoor. Goed idee, zeggen ze hier en door. Jazeker, een mooi mapje. Ik denk het wel. Ik ga zo meteen wel even een map rondje doen. Kunnen we even kijken hoe dat er wel uitziet. Maar het is niet super helpervriendelijk. Maar ja, als je toch met elkaar op een fanserver zit, waarom zou je de helper aanzetten? Oh, zo is. Snap je? Ik zweer dat die snap me, jong. Maar er zijn ook wel velden genoeg worden hulle grote stukken de helper wel op kennen. Dus ik zal zeggen, is misschien wel een leuk iets. Ja. Even wat nieuws, even wat anders. Sam zegt. Nou. Go, Axelor. Oh. En de struk voor het gebruik is er ook bij. Ja, en die zegt, zoals Nofke hebben we een strongprobleem. Nou, en dan hoeft u tegen struk, die ga je er dan niet meer hebben. Nee, want die... Binnen! Summerjet! Summerjet! Goed zo, die zei voor. Ja. Pieter Hanne, jongen, dankjewel. Nou heb ik nog niet eens zien wat Seth heeft. Maar dat komt nog wel zo meteen in ik, de... Ik ram hem wel in de boom. Nee, wacht maar. Ja, komt eraan. Weet je wat te doen, Emus? Nog een superchat. Ik rij op een Fender 516 Profi 180 pk. Woehoe! Machtig. Wij hebben hier ook al wat venten bij in doen. Het wordt wel een beetje een ventfeestje misschien. Ja, maar... een ventfeestje. Wacht. Nou ja, liever fan dan badaas. Ja, de badaas? Badaas? Wat zegt u, Legend? Jouw, doe er achteraan Legend. Waarom daar? Of zou hem...
Ja. Deze. Oh ja, jammer. Nee, doen we bij de 300 likes, want we hebben 658 kijkers. En ik zie Tiemen een donatie doen, jongens. Even geduld. Ik zie Tiemen 3 euro doneren en hij zegt: mooi, Emus en Co. Goeiedag, Heem. Goeiedag, Heem. Goeiedag, Heem. Tiemen, hartstikke bedankt. Ik zie 666 kijkers. Ik zie 295 duimpjes in de lucht. En fantastisch, jongens. Heb je nog niet op duim gedrukt? De helft. 299 en 300. Bam. Rondje. Rondje. Je bent een nacht. Ik zag je voor de eerste keer. Ik weet Michel, Ruben. Gerwin, Rijko, Jamie, Patrick, Mooi, Bert, Joran, Kanerik en Matthijs, Randy, Reinder, Christian, Bartje, Tom, Chris, Daan. Klaas, Gert-Jan, Omer, Justin, Wouter, ben ik nog één. Je bent veel te vroeg. JJ, Sven, Ricardo, Hansi, het Lammert en Danny, Giel en Tim Basten. Stijn, Mooi, Gert-Jan, Thomas, Wilco, Jan, Pieter, Michel, Voegje, Marten, Kasper, Rutger, Jamie, Joran, Jurre, Mooi, Mike, Jeroen. Tim, Gert-Jan en Nick, Sam, Jeffrey, Ferre, Tije, Vincent. Jurre, Gas, 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 Joran, Mart, Mooi, Verde, Miek, je bent veel te vroeg. Zit nog maar net in de kroeg. Zingen is de beste zijn. Even nog, vlieg de bocht, Ko. En, hallo? Ja? Wat gebeurt? Hallo? 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 De pick-up liet hangen, dames en heren. Hallo? Ja. Ik heb nou. Hallo? Wat? Doe nou. Hallo. Hallo, stop. Stil die nou weer van die LP, joh. Dit gaat niet goed, hè? Hou die nou erboven, hoor. Ja, oh. Ah. Hoi, Gil. Kan je uitkijken, ja. Paniek in de tent. Oh, van jou. Paniek in de tent. Die plaat die blijft hangen. Hou die hand toe nou even, joh. Oh, nou. Oh, maar ik had er geen nagen in. Ik heb twee keer gegeven. Eén minuutje dikke hits, dacht ik. Eigenlijk moet hij wel andere trekker voor, denk ik. Want hij de haakmachine trekker in macht. Oh, het is aan zo'n bos. Ja, van ome Joop, hè? Die, ken jullie dat liedje wel? Van Nee, nou wordt hij mooi? Jawel, ja. Nee, nou wordt hij fraai. Ja. Ja. Mijn naam is Harry Nak en ik heb een antenne op mijn dak. Waar is die boerderij van ons? Oh, door zo. Oh, Tim Basten wil ik nog heel groot in voorlezen. Die zegt, Emus is de beste. De goeiste. Allergoeiste. Emus en Co, hè? De hele company. Is er iemand flip flap, zegt Patrick Mulder. Flip flap, flap. Flip flap, flooper doeper blap. Flooper doeper beep, oh flap. Flip oh flap, flooper doeper blap. Moet niet te lang draaien, dan krijg ik nog claims uit Denemarken. Denemarken, je hebt de flipperflipper gedraaid. Ja. Dus op de met als Tamo, Friede Bieten. Ja, Friede Bieten, ja. Friede Bieten. Ik had Tamo nog even een tip doen. Ik zei, waarom ga je toch waarnaars niet even vragen om een goede bietenbiet? Dat is een bietenbiet. Ja. Hey, go, hè? Ja, hè? Wat brengt dat nou heen, hè? Oh, ik ga naar de boerderij toe, joh. Maar ik was even een stukje omgereden. Ik was weg. Ik was weg alweer kwijt. Oh, nee. Ik heb gras in hem, joh. Heb je op het duimpje gedrukt, Sjoerd? Goed bezig. 702 kijkers op dit moment, dames en heren. Goeiedag! Goeiedag, hoe dat dan? Ja, nou ja. Hé, moet hij nou ook... Hij geeft nou aan dat ik gras erin heb. Dank je wel, Tim. Eerst even een koeien proberen. Pure het gras. Puur gras. Kan niet in de bult. Dat moet... Nee, dat mag wel. Eén keer geschud kan in de bult. Ja, maar ik denk dat ik ook wel hem, hè?
Ja, ja dat, kan ook, dat kan ook. Oh, ik hoor het gewoon even voor het hekje langs. Ja, maar ik ben, ah. Die hele worm hoeft niet naar de koeien. Met mijn fiets koeien. Ja, met mijn fiets koeien. Voor de speaker trouwens. Ik sta te wachten. Oh, die moet hem nog op naar je aanmelden. Henry van Gils. Je hebt er rechts op. Wacht. Henry van Gils doet 3 en zegt bij hoeveel likes de breedbekikker heeft, Muus? 1000. 1000 likes en niet eerder. En daar gaan we niet over discussiëren. Discumificaaien. Hoe moet ik dat razen en duvel, joh? Dus die autobahn in die kuurvel. Als het wet gras is, dan kan dat de koeien krijgen, maar gewoon gras kan in de Sleuf-silo toch? Kijk, maar... Ik moest even kijken welke van de 3. We hebben de 3. Oh, hier zit een bak naar ziekenhuis. Ja, maar ik kan dat ook een beetje vervoerrek in gooien, ja. Want die ja, beesten hebben helemaal niks. Kijk maar even, kijk maar even als quizkist. Quizkist. Zoemon de kikkers heeft me gezegd, Hilgenkamp, ja, ja. Ach, zeg maar. Is dit nou in de liefde de vrede? Zit ik hier in de deur te harken of zo? Bijt. Hoe jij daar hebt. En Luc van Heuvel is een nieuw lid. Die doet de Eetmuzico special. Luc van Heuvel, dankjewel jongen. Hartstikke top. Dankjewel. Ik vind dat eerlijk is eerlijk een mooie manier van lid worden. Dankjewel. Beres doet fangroep. Klaas doet inderdaad Cornello. Wat zegt Cornello? Bijt. Ga weer mooi heren zeggen, Martin Maurits. Dankjewel. Tom Verschoor. Is dat Tom Verschoor of Tim Verschoor? Ik vind geweldig. Tom. Hoe word je lid? Staat onderin. Als je ook achter het PC zit, dan kan je daaronder op lid worden klikken. Daar staat hij gewoon 2 keer op te gaan. Wat zegt hij? Je moet niet te veel met een kamer pro. wat is dit voor apart gras, Mion? Dit is horsesgras. Gras voor de horses. Peren. Ja, peren. Perenblom en zo erin. Ja, ze perenblom. Perenblom. Wat er F1 wil ik er kort over weten? Ja, van de B. Hol maar op. Ik wil nog korter holen, ik wil er verder niet meer over. Maar nou, ik vond gewoon, oneerlijk weten, ik vond gewoon dom van Max. Want toen dat ik met PRS, dat zakje stop. Aankom. Stop. Dit had een technische reden. De vleugel stond de hele race 7 graden verkeerd. Ja, zeker. Is zo. Ja. Geen grap. Hij kon op zijn blote inters. Op de inters was die auto niet te brand. Op de wets was hij herenmeester. Maar zodra de inters eronder moesten we drama. Teamen. Simon doet 3 nogmaals en zegt, hey Muus, je bent de beste kerel. Ah, dankjewel. Ja, lief. Hoe dan? Lief. Ik denk dankjewel. Dat ik het maar heb mogen trappen hier. Nee, maar ja, het was... Hij had een anti-stall. Hij was te gretig. Hij had geduldig moeten weten. Maar hij had met de start een anti-stall, dus dat was al een mooie scheidstart. En ja, en eromheen kwam, dat was verluwen zelfs al niet te doen. Dus... het was toch gewoon niet behield zijn. Dus. Ja, dat klopt. Ja, en Max moest een keer extra pitten omdat hij flatspots had. Dus ja, dan is het al vrij snel dikke pion. Ja, dan is de koffers weer pak. Ja. Maar ja, doe maar. Je runt er nooit om. Iets groot. En door welke groep wil welke streaming software gebruik je? OBS, Open Broadcasting Source. Ik weet in de liefde der vrede niet waar ik dat gras kwijt moet voor die koeien, jongens. Ik wil ze eerst een wat heen geven. Nou, doe dat gewoon in de staal. Wil dat niet? Nee, dat wil niet. Ik word hier niet vrolijk van, zei. Simpertun, wat best. Waar moet hij? Waar best al. Waar is Simon van Tun als je hem nodig bent? Nou, de hele middag waren we er, hè? Oh ja? Ja. Voor het voerhek naast het hek. Ja, voor het voerhek naast het hek. Ja, daar ben ik nou. Simon?
Simon. Open broadcast. Ja, dat klopt. Simon, kom nu even in het spel daar. Doe het meer voor me. Probeer een beetje hek buiten naar Arnhems. Ja, dat ben ik nou, live. Kom, Billy. Niet zo in paniek. Oh, gewoon man. Even rondkijken. Ik wil die vrede. Gewoon even kijken of het lukt. Nou, ja. 7,8 kijkers. Goeie dag. Oeh, dan moet ik wel goed rijden natuurlijk. Dan ben ik wel een beetje zenuwachtig. Ja. Hoe word je lid, zegt Teven Score. Op lid worden klikken. Danny DJ, jongen. Goeiedag, Danny DJ doet €20 en die doet het volgende liedje. Tabby nou op je mail. Tabby nou toch weer op je mail. Tabby nou op je mail. Oh, sorry, dat was een liedje wat in mijn kop zit. Weer een topstream, gasten. Gast, groeten uit Rotterdam, werkelijk. Hi, Kiel. Goed bezig. Jeetje. Dikke hype, jongen. Nou heb ik hem ook in de kop. Ja, legend, he's yours. De hars. De hars is yours. Met zijn hengel geeft hij die een zwengel. Ja, ik begon al een beetje te rijmen, het is weer Santa Claus. Ja. Tabby nou op je maat. Tabby nou toch weer op je maat. Vind ik wel een leuk liedje trouwens, als ik eerlijk ben. Ja, ja, ik ook. Dat waren nog eens hits. Jongen, dat is net uit, man. Oh. Ja, dat is van vrouwtje Parlevliet of zo. Even een goede opmerking van Simon. Ja? Misschien dat de koeien wel helemaal geen horsgeraas wilden hebben. Nee, dat is misschien wel voor de harsers. Ik aan het denken, maar... Zal dat dan wel weer... Praat, maar... Dan moeten we dat gewoon, gooit hier maar heen, schudden we het om en in de kuilbult. Waarom is er ook gras? Ja, maar dat is als koetje. Het is ja, één keer geschud? Eén keer geschud. En kind dat niet in de sleufsilo's? Ik zit je vlak achter in de schudder, man. Maar ik denk hem die koeien wat, ja. Gooit hij die sleufsilo en soes niet al? Hij toch, Kiel? Ik denk, wat is er voor drama? Dus lief, man. Ik denk, hij krijgt die woon niet leeg. Hij kan zo in de sleufsilo's mee. Ja. Ik wil die koeien wat, kijk. Hij laat ze toch even. Nee, jongen. Die is niet goed. Nee, legend, du bist met me eens, hè? Ah, ja. Legend say. Ik say een legend say. De koeien ben een legend in de mond, goed verzorgen, jongen. Zo is dat. Nou, dat gaat alleen maar nergens. Zo. Ga maar in Berns maiden dan, ik weet het niet. Jammer, god. Ja, ik denk, wat voor paniek is dat? Als het gewoon in de sleutel loopt, ik gooi erheen. Ik ben altijd, er moet wat vervoer, denk ik. Ja, eigenlijk wil ik nog geen koeien nemen, sterker nog, maar ik wil in weten hoe dat werkt met die mees, maar... Ja, verkoop ze. Dus verkoop ze eerst maar weer, gooi minstens in en sleutel. Iedereen blijft. Ik ben nou zover, nou moest de bobbel dus hoezen. Muus, wij hebben nou koeien. We hebben een dure verskuurbaan gekocht en alles. En dan nou zijn we die hele ruimte weer verkopen. Ja, voor mij is er zonder hand geboren, Muus. Muus. Muus Vamen? Ja, Muus Vamen. Oké, die koeien hebben maar op te teren. Ja, die koeien staan toch in het land te grazen, zegt Simon. Ja, hij is Simon. Te grazen. Nee, nou, jongen, dat hele gat vol. Is dat wat? Ja. Dat is niet beeld bij hem, man. Klinkt het wel wat prettig, man. Wat zei ze toch? Ik heb niet de... Ik zei, jongen, dat hele gat vol. Hey. Hoi. Hoi, ja. Oh, dat werd een greep weer net, natuurlijk. Nou is het mis. Nou, één je kunt deze actie hier niet uitvoeren. Dus, deze sleufsilo is wat. Helemaal niks. Oh, ik laat een kleine pauze in en de vrouw roept hem. Ja. Kan ik mijn legend even op spartbord zetten? Ja, maar wel. Moest hij wel op gouden vogeltje vast om. Dan kreeg ik het stuur niet rond, denk ik. Want dan kan mijn elleboog niet zo ver komen. Gaston staat voor de deur, zeker? Ja, ja, dat denk ik. Ja. Ook Gaston is hier ook. Die ligt achter de bank. Doe iets voor de deur, even. Ja, ik zet hem op werken, dan zien we wat er gebeurt, ja? Ik zal net in de deur stappen. Een dreuge troostmars. Nou, te straks. Oh,
Het zal je wel gebeuren dat de overburen de code loterijprijs winnen. Huh? Ach, maar waarom ken ik geen gras in de sleutelsilo kwijt, jongens? Zal ik hem gewoon hier... Het is niet zo moeilijk, jongen. Ik maak hem gewoon even in bul of zo. Zal ik die brud hier maar gewoon op laden en dump? Dat is dan niet best, die zo IT. Jongens, ik ben hier nog niet zo weg van dit gebeuren. Ik gooi een probeer van... kleurenblindheid zie ik niet één voor wel en niet vanuit lijf. Ah, nee. Is er geen kleurenblindheid modus, hè? Ja, maar die werkt niet op laden. Het gras wordt niet blauw of zo, wie zo? Oh nee, zo. Nou, ken ik het hier? Nee, ik ken het ook niet op een rooster squid. Ik ben er af, jongens. En nou ga je het helemaal mis met de maaier. Denk ja, maar een beetje. Ja, zie, die werken die wordt nee. Geblokkeerd door een object. Ach, hey, muziek zit erin. Ja, ik ken er niet maar bij. Soms. Ach, maar eerst ook weer een kouwnavel. Hoi toch! En bedankt. Oh, hij gooide hem ook eraan. Oh, hij bleef achter mij voor mij wachten. Ja, hij staat voor mij te wachten. Ja, nou, je komt er net raar, dus we zien wel hoe ver dat komt. Als dat klaar is, dan gaat het er wel uit. Als ik denk dat het klaar is. Zo. Wat doe ik? Ben eruit. Jullie zijn het al beter af zonder mij. Ja, dat wel, maar de heeft zijn puntjes vergeten. Oh, wat. Ja, ik hoor van puntjes. Oké. Hebben we die sleutelsilo's al kocht? Of zo? Of moet dat nog komen? Nee, echt niet. Ik weet het niet. Ik ken die bouw nog niet. Ik weet het naast haar. Nee? Nee, op een gegeven moment lukt me dat niet. Ah. Ja, dat is allemaal ouders. Maar ik ken de bouw nog nooit kwijt toe. Mooi. Hey, mooi. Hé, hey, leef je nog? Ja. Ben je verdrietig of niet? Ja, ik wil wat is er? Ik denk dat we straks niet meer thuis komen kunnen. Oh, maar nou weer is in de straat. Zo droog met allemaal bouwbedrijfjes. Allemaal ZZP'ers. Allemaal ZZP'ers. Hey, Muus, kies wel even. Wat is er aan de hand? Kom maar één hier. We hebben problems. Oh, wacht. We have some kind of problems, Master Amos. Oké, nou. Wat wil je er aan de hand? Nou, ik hier hem net in de hoort, maar ik hier hem in het land te staan. Wat best? Wat bedoelst? Mijn boerderij. Papa, doe die lorenwokkers in de leegte kwakje maar daar en... Wil het ook niet? Nee, sleutelsilo's accepteren het niet. Dramatisch dit, Simon van Thun. Yes. Hullen binnen geoefend. Ja, oefenen, zeker op een droog stukje gras. Nou, we hebben geen horsesgras. Papa, maar rijd mee om voor de directeurs. Oh, nee, dat wil niet. Nee. Dus we got een huge problem. Een huge. Een huge problem. We moeten horses hebben, jongens. Ja, we moeten horses hebben. Horses. Oh, we verkopen het. Flikker het eerst hier maar. Kennen jullie dat nog een twee keer scootje? Ja, dan mag we er hooi van proberen. Dit ja. Allemaal hard. Ah, dan scoot het maar weer uit de koor. Ja, we schudden het gewoon 12.000 keer. Ik breng dit wel even. Mag wel even met mijn. Dat kan niks fout doen, denk ik. Fout doen, dat moet deze wel lukken. Nick! Nick doet 5, dankjewel Nick, jongen. Hij zegt, ik proor plaat, haha, en geen mens die dubt me waard. En zo is het. Groeten uit het oosten. Uit het oosten, jongen. Uit het oosten. Ja, hoor. Geen mens die dubt me waard. Ik proor hartstikke goed. Ik proor plaat, haha. Dikke hype voor... Ja, die Nick, die hits kennen ze ook wel in het oosten. In het oosten. Jawel. Ik schilder het over de cordiële brood, wat Legend opdaakt. Je moet niks schilderen. Ja, ik gooi het hier ook neer. Probeer met gang. Je moest even kieken komen, want de meeste is al scheurd door achter die boompjes. Ja, maar ik ga het gewoon ja, voor de tweede keer. Ja, maar dat nou. We gaan het gewoon voor de derde en de vader mol down. Oké, ook goud. Hier ligt een beetje meer hier in het begin. Word dat jou? Ik ben niet woon, maar het leek een rinderweg. Bye bye. Oh.
Dan slaat die schutter straks helemaal vast in, jongen, Tammo. Oh, en Harms Farming! Heeft het special gekozen, Harms, jongen. Hartstikke goed. Welkom, Harms, jongen. Ja, Harms was ook wel lid, toch, Harms? Harms. En nog bedankt voor de tip, Harms, jongen. Want eerlijk is eerlijk, doe als mij daarin gestuurd. Die nieuwe. Die My Machine is een goeie, jongen. Harms, dankjewel. Mooi even alles in orde, zegt Tobias Altena. Het kon minder. Ook beter. Ja, dat is ook altijd iets zo. Ik ben bang dat we straks 10 soorten grasdeuren kunnen hebben in schut. Dat is op die kruin maar goed vrij. Maar hij nou maar 3-4 keer schudden. Ja, precies. Goed. Wij moeten nou minimaal 3 keer schudden. Ik zet hem trekkend aan kant. Blijf heel van op, maar helemaal met je schut met één arm. Dat kan wel, toch? Ja. Oh. Dan hoeft je rechterarm, dan hoeft de hef niet omhoog te tillen. Laat me gewoon op de grond staan. Ja. Verrekkelijk. Ik pak de microfoon bij mijn mond. Goed bezig. Hoe ver heb je hem in de mond? Nou, wat ook dat? Dat is zo'n klank het ermee. Ja, nee, dat spreekt niet. Wat zag ik net gebeuren? Ik weet het niet. Ik zag net iets gebeuren, maar ik weet niet meer waar. Oh, zit me goed een letje in dit niet hoeft te scheuren. Of was er net een nieuwe twist bij? Waarom hoef ik dat niet te scheuren? Waarom is nou, dat we hebben over 3 kleuren gras nou doorgekoord. Ja. Ja, maar dan mag niet. Alles kan 8 keer scheuren. Ja, dan kun je gewoon niet wezen voor het vaderland scheuren. Koop maar een scheuren. Ja hoor. Ja, koop nog maar een scheuren erbij, want je kent het wel scheuren. Als dit dan straks 8 keer scheuren is, dan kom ik met de pers. Ja, wacht even. Ja, ik breng haar een keer zijn nu. Dat is waarschijnlijk. Ja, prachtig, ja. Ik ben wacht muziek, ja. Doe het zo wat met die perzuil. Ik vind dat mooi, perzuil. Ja, dan ben ik hier bij de boerderij, maar dan leidt er niet een stengelgras hier in die sluissilo. Nee, maar nee, daar. Wie is dat? Hey, wie is dat maat? Jelle, toch? Ja, zeker. Trap 81 er straks maar af. Ik neem even een pauze. Let je hem dus toe verder schudden. Nee. Ik moet even een paar dingen zijn. Ja? Oh, juist, ja. Ja. Stap maar even af, Ko. En Danny de Jong ook welkom bij Danny Topper! Danny de Jong. Fuck my net man. Oh, Danny de Jong, mooi! Jongen! Nee, ja, dat was ik. Aas is Ko. Nooit zo enthousiast. Nee. Maar als dit de Danny de Jong is die ik denk dat het is. Met de Ford 50-50. Dan riet er op een Ford. Ja hoor. Daarom is Koos zo enthousiast. Riet bij Henry Tengen. Danny uit Subhuizen. Ja, volg Hollemanwijk. Hollemanwijk, ja, die hoek. Die kan hem nu. Nou, ik kom er zo weer aan, ja? Ja. Ja. Wie is dit dat nou weer zo. Voor de, wie is dit nou weer voor de vijfde keer dat schudden? We hebben allemaal vlotten. Oh, ik kill. Ik ken beter weer een vlotje. Nou, jongens, ik kom er zo weer aan. Ja, schuilt me al. Ja. Is nou nog niet voortaan. Kom maar. Ja. Haasje niet. Haasje niet. Die paracetamol, die moet goed smelten. Ja, die moet even goed nemen. Roer niet een beetje. Proefje die hoort dat wij praten over een fort en die begint direct weer te spam met John Deerlo. Ja, en terecht. Proefje, oh, direct al weg. Staat deze map gewoon in de mod-up? Mike Boesman staat in de beschrijving. Niet in de mod-up, wel in de beschrijving. Vannacht, als het goed is, nog onweer, dus telefoon, maar niet hardlodig. Oeh, nee. Het was hier net ook een mal weer, jongens, hoor. Of ja, tenminste wel. Ja, eerder op woont. Hardemien, Rijk. Ja. De mag van mij nog wel een schudder bij, jongens, hoor. Dan kunnen we met elkaar er alles even omgooien, of niet? Oh, lekker schurken hier, ja, maar ik ben nog aan het maaien. Oh ja, sorry. G.J. Hoving, thanks voor de follower twist. Maar de actie is hier op YouTube, jongens. Maar ik schurken misschien naar beholden, maar... Doe maar, doe maar. Ja? Ja. Want, je kunt hem dreugen, is wel. Het dreugt ook 10 schurken, naast hij in de lucht is. Ja, aan mijn aksel. Nou, hij... Ik ben nou al zo aan het verkrazen, het is allemaal hooi, leuk. Oh. Ja, Simon van Tunt zei nog, je kunt wel schudden van hem. Nou, inderdaad. Ja, dat klopt, dat had de site vanmiddag. Goedenavond, man, zegt Anne van Dijk. Goeiedag, Anne van Dijk, jongen. Emus, ik heb een vraag, zijn boer houdt niet aan. Dan gooi je met mij dezelfde zin erin, joh. Maar dan zie ik hem. Emus, ik moet van een mooi stream. Sibren Dijkstra, Bergenen. Welkom, wie was dat? Sibren uit Sebalde Buren.
Sybren Dijkstra. Lutje Dijkstra. Oh, die van Lutje van Ger, hè? Ja, die. Dat die Sybren. Oh, dat is Volkert. Volkert Jelmer. Welkom weer, Michiko. En Engrid Keramiek ook al zien in het jaar, of niet? Dat weet ik niet. Ik heb ze wel gehoord vanmiddag. Die heeft van ons al zien, toch? Ja, maar in het chat dan niet. Nee. Nick Baas zegt mooi. Goeiedag. Ja, Thomas helemaal aan het begin heb ik wat zien van Ingrid. Sybren zegt ja. Ja, kijk. Lutje Gerrit. Ja. Kiano Bruggeman. Mooi even muis. Goeiedag, Kiano, jongen. Snel dan. Ja, Jelle, die is het. Klasgenoot van Ties. Oh, zit je bij Ties van JJ in de klas? Je wist. Nou, wees. Hey, Mies, wat vind jij van de hele corona gebeuren? Ja, niks, hè? Hou op. Hey. Ik vond wel een heel vreemd bericht. Elon Musk, de grote man achter de Tesla. Van de Tesla, ja. Is in één dag 4 keer getest op corona. 2 keer positief, 2 keer negatief. Hoe dan? Leg uit. Ja. Door dezelfde testmateriaal, door dezelfde zuster. Iemand die dat verklaart, ja. Vertel. Maar goed, ik wil niet, ik wil geen, ik wil dit niet over hebben. Ik wil dit niet opreukelen, maar ik vond het een bijzonder bericht. Ja, dat was het beste paard. Is dat Yumi Maskin Show? Nee, dat is een Volvo. Ik in Wagenborgen, zegt Kiano Bruggeman. Oké. Heb corona is een aanfluiting, zegt Mark. Ja, jongens, ik wil het verder niet in discussie. Heb geen zin in. 603 op de kikkers, 442 likes. Jongens, zouden we de 500 in maand tikken, zodat we bijna 1000 nemen voor de breakback kick. Is dat leuk? Ja, lower dat maar in down. Ja. 1000 likes voor de breakback kicker. Want onder de 1000 gaat het niet gebeuren. Emus, we hebben een avond lekker eten gehad, hoor. Zegt helemaal, heb je hem weer wat op bieden, dokter weg? Kan je weer een doktersreceptje thuis brengen, lad? Goed bezig. Ik moet alweer gaan, zegt Sjoerd Hamster. Oh. Ja, dat is jammer. Ja, is niet anders. Nee. Oh, mooie map, mijn jongens. Ja, wij gaan verder in deze map. Ook al moeten wij ons hier even doorheen bieden door deze horses, is niet anders. Maar ik vind de map layout en hoe het er allemaal uitziet en hoe het ingericht is. En het is oog op detail. Ik vind het echt mooi om te zien. Keurig. Het hoeft niet per se helpen vriendelijk weten als je aan het streamen bent, maar dan... Nee. En ik denk ook, jongens, nou ja, dat had ik net ook al gezegd, dat dit misschien wel een leuke mode voor de fans over. Ook dat er meer, meer mogelijkheden ben. Even eens roepen, even gaan zeggen. Ja? Nee. Ja, nee? Niet doen? Dat is niet meer van deze tijd. Nee? Elektrisch! Dat hebben we nou wel een keer hard nodig, ja. Elektrisch! Ah. Exacte elektronen! Of iets. Dat zei Harry Potter ook nog altijd. Expecte patronen of zo. Niet? Ik heb nog nooit Harry Potter gezien. Heb je nog nooit één Harry Potter zien? Ik ook niet. Ach! Als er ach, iets op is wat mij niet boeit, dan is dat Harry Potter. Nee, ik heb vroeger heb ik wel van die dingen gehad. Ik had het tanden zwart over. Ja, dat zijn andere Potters. Zo'n blikje, hè? Ja. Zo'n zwart blikje met zo'n goudkleurig dekseltje met een gatje erin. Ja. Oh. Hulpen van die kring ook koud. Wist hoe Harry Hida er een schedel hoor? Nee. Harry Rotter. En dat de verkoond is dan? Harry Snotter. Harry Snotter. Alleraar. Werken jullie camera ook niet goed? Onze camera? Jota. Mooi. Goeiedag, camera. Goeiedag, camera. Jim Kazemir is een mooi. Goeiedag, Jim Kazemir, jongen. Snauw. Mooi. Snauw dan. Mooi, Jim. Jam. Snauw dan. Ko. Ja. Doe dus niks. Nee, dat klopt. Weer het zover. Mag ik ook eens. Specialiteit bezig. Vlinderen knip. Is er weer met zijn specialiteit aan de gang. Vlinder. Ja, vlinder knip. Shots! Goeiedag, jongen. Steven. Zal ik paasmachine maar een achter beuk? Doe maar even. Nee. Wat nou? Dit moet eerst nog 8 keer schudden worden. Kom maar schudden. Water? Oh, die is toe al.
Ik rie hier met een script. Oh ja, ja, ja. Hé, mijn kernstart link gedownload link werkt niet. Nee? Oh, normaal had ik dat nog niet eerder gehoord. Goedenavond, manager. Heb ik wat gemist? Gaas, zegt Dilano Nobelle. 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 Nobelle, niet zo snel. Maar hij komt een Nobelle. Bist weer Antonor en speelt Gozer Ruben Meijer. Nou, en bedankt, hè. Ja. Komt weer Ruud overal, hè. Ja, de haken we Ruud dus gewoon. Die is er niet zo Friede Bieten vergelijkbaar. Dan denk ze, zo'n waarste timehouder vraagt een volgende TikTok. Hij heet ze. Wat? 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 Oh, het Nee, ik vind sneu van die Friede Bieten hoor. Maar ja, we moeten even anders bedenken. Ik had, zo ik had al goed advies, maar ik heb nog geen reactie van. TikTok samen. Global Company van Kensen, anders werkt het ook niet. Nee, klopt. Klaar Muller. Goeiedag. Muller. Muller. Goeiedag. Helle, die buurtste wie is niet een keer met scheur. Nee. Hij doet niet. Oh. Wie heet Mus? Hey, Muske draai. Hey, Muske fire. Hey, Muske de fire. Dan heb ik hier een zweelmachine. Hij is toen een prachtig mooie trekker, 06. Hij fluit ook zo mooi. Keurig, hè? Ja, mooi dingen dit. Heeft er ook gewoon zin aan, trekken. Ja? Ja? Doe niet. Fantastische machine. Ik heb er altijd zin aan. Amen. TikTok Tammo had ons filmpje niet gedeeld op Facebook, op Insta, Bers. Ja, 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 ja. Ja, leuk, hè? Joran, dan moet je ook een sausje van even zo kopen. Nee. Wat voor sausje, Joran, jongen? Vertel. Agen Roda, mooi hem. Goeiedag hem, Agen. Jongen. Goeiedag hem. Agen, hier. Maar ik ga nog niet een yellow. Yellow is, joh. Ja, goed, hè. Het is wel een maas. Wat zeg je toe? Het is nog wel een maas. Hokje, bouwerij. Hokje, bouwerij. Legend heeft gisteren weer weg, hè. Ja. Ik denk, moet het maar even bekijken hoe dat maar loopt. Nou, we hebben wel een productievere dagen. Ja, we hebben toch wel wat rekenverlet gehad guster. Ja? Vind je? Ja. Guster Merk was niks. Was hier na, buurt. Ja. Niks, dat is niks. Een goede vraag in de chat. Oh. Jasper Dijkstra zegt, Legend 06, waarom bist u zo'n fan van Duits? Ja, dat begreep ik nou ook niet. Vertel. Nee, ach, ik ga het ook niet, maar ja, dat komt met Pablabel. 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 Ja, en dan heet dat. Ja. Pablabel. Ja. Ik snap het. Oh ja, ik heb nou de loberij op mijn voet. Dat is wel verrekte handig. Ja, nou horskras. Ja, dan hoef je niet door mijn handen te lopen. Nee. Oh, wat wist ook. Ik ben geen hoop, joh. Ja, doe hem ook zo. Oh, dit moet je wachten. Doe het in handschoen. De raarsbips, hè? Ja, de raarsbips. Op handschoen. Jongen, best een koude appel. Dat is nou op links, of niet? Ja, met links. Ja, maar dat denk ik dat anders ook. Anders. Ik wil linkshandig en rechtsdragend. Nou, oké. Okay. Nou, met oog op die contact even denk je. Ja, nee, klopt. Zwikt die 30 centimeter. Ja, Duits. Ja, hest een ander... misschien Corali, eventueel bestelling. Oh ja, nee. Vrijdag net bij Corali weer, ze keek wel een beetje mooi. Ja, nee, we moeten maar even 10 uur rusten. Toen nou, jongen. We moeten weer eerder bestellen. We moeten ook een keer weer eerder bestellen. Hoi, Dram. En onze personeelsreis moeten we doorheen zeggen. Met een mooie ja. We kregen allemaal broodjes aanbuggen met zeebes. Ja. Man, ik heb snel onderdeel aan. Oh, ze hebben zo groot. Ik heb hem door naar achter weg. Jasper Jacoba, goeiedag. Hoi, Gil.
even makkelijk maar even eens wie zou hebben, hè? Heel. Sorry. Nee, dat vond ik wel leuk. Maar Jaguar 99 doet 5 met de fees. Dat betekent de transactiekosten. En zegt, bij mij op school zijn we pas begonnen met het onderwerp hakseloor. Ko, als je nog geïnteresseerd bent in een masterclass geven, dan hoor ik het wel. Ja, is goed. Nou. Afgesproken. Nee, gaat niet goed, Jonathan. Hoi, Kiel. Wat is er? Is er last van die lachspaaien? Ja, soms zei. Nee, ga toe. Burgersoe is niks bij de geluiden. Is er niks bij deze geluiden in de stream? Nee. Nee. Nou, maar, ik ben ook een keer bij Dientuin West in Leeuwarden. Nou, dat is toch ook een aanfluiting, of niet? Er zit, ja, zit een pool van die kangaroes op mijn rug in de buidel te graaien. Nou, en verder diep gebeuren in de buidel te tosten. Ja. En er zit een paar schildpadden achter het glaas te kijken. Doe eens niet te bang te ben dat ik mijn dienbuideltje ga tassen, hè? Nee. Er staan alleen maar bij een twee vrienden, hoor. Nee. Er staat een stroomstoring in Leeuwarden door. En messen hem 3 uur lang vast aan op een ultra. Voor mij is het vanochtend weer een poeder, want nee, dat is een legend. Wat weer hoog tien, des te hebben weer een scheur aan geweest. God, jongen. Hi, kill. Ken ik dit nou hard of niet? Wat moet ik hier? Dat kent ook vast niet. Ga er even met een riem van mij. Het is allemaal horsgras. Nee, maar ga er even maar met een riem van mij. Ja. met één arm. Dus. Denk er al. Oh, die arm, die jeukt hoor, die andere. Ja, niet de middelste, maar de kijk, Engel heeft van Engel het keer een beetje erop. Jawel. Ja. Ja, en ze zegt, ja, mooi. Ja, zeker. Het keer een beetje goed. Ja, daar hebben we. Trouwver, hè. Ko. Ja? Anders mag ze misschien ook wel even op 1,80 komen, want dat is voor mij gewoon gras en dat heb ik er bijna af. Dus als je dat nou niet harken, of niet schudden, dan is het vrienden bult, toch? Ach, gelijk, jongen. Hoe vaker hij het schudden? Hoe lichter het wordt? Ja, maar hoe meer ook. Ja, ja? Ik blijf mooi schudden. Gras nou? Nou, maar zo op doen. Op 61 steeds toe? 1,80. Oh, wat is er op 81? Nou, dat heb ik er bijna af met mij. Oh ja. Oh, hier is één dat voor is, de... Dat is gewoon een grasgras. Dat is gewoon gras. Dus als Ko dat nog gaat harken... Ja. Dan kan dat wel in de bult. Dat moet één keer schud worden. Dat moet één keer schud worden. Eén keer schud je één worden? Eén keer ik kom erin. Ik kom eraan. Ja, maar was toen Legend, die is zo'n kleurblend Legend, die kennen bij je moet gewoon weer vanaf links weer een nijbegun. Je kan gewoon rondjes erin, ja. Ja, maakt niks uit. Dat een tank leeg is. Nou, dat duurt nog wel even. Ja, nee, maar die Cormac is zo zonnig als een Drent. Ja. Die zupt een kwart liter in het kwartier. Dit is een spijder liever in dan dat het opzupt. Maar er veel vocht erin is ook niet goed, hè? Hallo? Ja? Storing op een lijn, denk ik. Hallo? 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 Ja, waar hoor je mij? Hoor je mij? Hallo? Hoor je mij? Ja, denk het. Gaston staat bij die voor de deur. Ja, die is, dat zal ik reden met de achterste kastjes, ja. Met Gaston? Ja. Nou, ik hoor niet. Oeh, dan al! Gret die zwicht gelijk veel. Nou. Kan er nou ook mensen weten die denken van, wat hebben ze het al over? Nou, ik wil het niet vertellen. machtig. Dit is een blim littekens. Over Emu's gemiste kans. Hadden we een lut moeten kopen voor de postcode loter. Had er nou ook helemaal niks aan gehad. Ik ga er nou wel... Nee, daarom. Maar ik ga nou wel doen. Anders zal niet eerlijk weten dat wij nou ook aan de beurt zijn. Dan. Ik ben er al een keer geweest, hè, bij zo'n uitzending. Hé, Klaas-Jan Kruger is er ook. Is dat zo, Jelle? Ja. Uit zijn Baldenburen hebben we wonnen dat we in de uitzending mochten. Oh? Omdat hadden we een bal.com dingetje van €150 pp. Oké. Okay. En verder ben wij niet in het stuk voorkomen, zeg maar. Oh. Oké. Okay. Maar voor de eerste 7 frank fout. Ja. Hoeveel is 1 plus 1? 5. Fout.
Mijn snij. Wat is toch hier helemaal terug instoken en toen de maaien weer zaken laten? Terug instoken? Ja. Kill! Ik denk, zal die niet te makkelijk maken. Dat nou. Wil ik. Dat wil een farmen, toch? Nee. Dat gamen. Hier, de schudder pakt het niet eens. En zo groot is dit hoekje land niet. Dus ik denk, alles wat we eraf kunnen krijgen... Krijgen we eraf. En dan maar door. Alles moet met je, hoor. Ja, en dan door, nee. Moet er nog meer maaid worden, of niet? Nee, laat maar. Oké. Okay. Nou, waar heb je dat weer? Veld 68, als ik door die woning... Dan sta je graag hoger dan peren graag. Dan voel je door mij ook maar met de cyclemaaier in. En dan hebben we die onkruid hier aan allemaal. Oh ja, dat waait die kant nog natuurlijk. Die onkruiden. Je is er beter dan een beetje round-up overheen doen trouwens, maar goed. Ja, maar dat mag nou nog, hè? Dat mag straks niet meer round-up. Hey? Nee, dat was verboden meer bij de wet, bij de law. Hey, Ko! We hebben het anders. Goeiedag! Goeiedag, zeg maar! We hebben op dit moment 596 aan het kieken en 517 dumpjes. Jongens, bij 1000 dumpjes gaan we de breakback kicken doen. Ja hoor! Laat die dumpjes er allemaal even mee. We doen even de 600 dumpjes na een rondje, jongens, dus klap ze erin. Oeh, omhoog, omhoog! Oeh, het wordt dubbel hooi. Oh ja, ik zie het. Je bent veel te vroeg. Was hem, hè? Doen we straks bij de 600 likes. 542 duimpjes omhoog nog. 58, 57, gedrukt op me gewoon. Dat ene liedje, volgens mij is er ook een deuntje en dan is het helemaal een Duits filmpje. Nee, hoor. Nee. Echt. Dan is dat een verpruts filmpje. Zo, ik heb gezegd. Nee, maar dat liedje, dat boeit wel. Oh, er komt een mooie vrouw in vuur. Trek het, Jacob. Wow. Ja, nou ja, ik heb ook wel zo'n poster zien van zo'n Duits en er zat er midden een wicht op mee. Oh, hoi, Kilden. Dus aan het harken kolen of niet? Ja, ik moet hem jouwkjes en metnemen, dat is een beetje vreemd, maar no. Waar ben je aan het harken? Hier zo. Wie varen Duits vaarlegend? Ja, die. Ja. Is wel. Ik zie er geen jota van. Zo. Gooi het maar in je leer, hè, dat niks. Die had hem in een kraam. In zijn vuil bruiser. Die had hem in een caravan. Ik moet nou niet te veel meer schudden, denk ik. Nee, dat moest ook op de schudden. Of zal dit ook gewoon wel in de beeld kennen? We zien nee, toch wel. Ik weet het niet. Mag ik nou gewoon in de proberen te spieken? Straks? Ja, zeker. Hoe dat zit? Dat straks proberen. Want... Ik heb het idee dat we de volgende keer die matruiden. En ik denk dat we Elderbach weer aanzetten. Zal niet? Ik nee, die acht keer schudden, dat nekt ons. Ah, nee, jongen, nee, jongen. Ik scheur het mooi door. Volgens mij. Ja, doe kisten van scheuren. Het laat het aan, zwart, maar. Ik zeg, scheur misschien wel even met de kaal van hier. Ik moet direct toch direct weer gebruiken. Even kijken. Het komt er nou wel in, Jelle, hè? Ja, zeker. Ik heb hier nog allemaal gras, maar ik hark het gewoon op. Hoe is het niet de dichtste trekker ervoor zetten dan? Nee. Hij kent wel doen. Ja, dat gaat zo mooi zwaar. Ja, probeer maar even. Nou ja, riem maar even. 555 duimpjes, jongens. We zijn nog ruim 400 verwijderd van de breedbekkingen. Ruim 400? Ja, daarom zei ik dat ook. Ik denk even zeggen dan vast je schudden moet? Dat is niet zo moeilijk. Dat is met een schudder. Oh, kijk, Ingrid. Mooie muziek. Mooie muziek? Oh, muziek. Je bent veel te vroeg. Ik zag je voor de eerste keer. Volgens mij kun je door deze muziek wel gewoon de hulle om erachter doen, Amy. Want het is piratenmuziek. Dat wordt toch geen Buma stemraad. Ja, dat moest toch wel op rekenen. Ja, soms. Ja, daar heb ik alles claims op haar. Nee. Ja. Oh, dat meen je niet, Vince. Echt wel.
Oh, wat dat is niks aan, ja. Zo staat mijn boom op nek, hè? Op die lange nek van die? Ja. Of op dat kutje? Kutje? Ja, dat is echt een beetje vreemd. Ja. Op je nekje. Oh. Op je periscoop ook goed. Het klonk wel een beetje. Ja. Klaas-Jan Kruger, heb je ook een geheime zender, Remus? Jazeker. Oh, dan wil ik het nog over hem trouwens. Nou. Volgende week, het hele weekend weer, het Stro-team. Niet weekend. In de lucht, wel online. Oké. Dus wij kennen wij online, Remus? Ja, wij moeten wel even. Maar er is nog niet echt iets serieus geregeld van wanneer en zo. Oh. Maar het was wel de vraag of wij ook even konden komen. Oh, dat lijkt me gewoon hem leuk, zeg. Ja, maar ik vind het wel jammer dat de mast komt niet in de lucht. Hebben ze de andere helft van de maatschappij niet? Ik heb mij wel even banaas voor een regen. Nee. Jongen, niet aan de lucht. Nee. Ik moet naar het paneel meten. Dus ja, ik kan wel met een ander afstemmen. Ik heb ook wel even helpen. Ze wilden dus geen echte hits hebben. Ze vroegen één Huus & Co. Ja, ik heb er verstand van. En de man, de piratenman van de maatschap, vroegen ze niet? Nee, ze wilden ook luisteraars en luisteraressen hebben. Ja, nee, duidelijk. Hey, maar dit is een amateurzender, hè? Ja. Waar is de rest dan? Heb je ooit één professionele piratenzender gehoord? Ik had het wel verteld, nee, Huus. Er ben gewoon bij de piratenstation. Die hebben beter voor mekaar dan menig station in Hilversum. Ja. Eerste. Ja. Ja. Die hebben dan misschien geen Marieke, maar verder. Maar legend, wij hadden het er gisteren nog over. Hè? Regelmatig, als wij op werk zitten te streamen met een 538, Q Music, Verro, ja. Maakt allemaal geen zak uit. Regelmatig valt die signaal weg. Ja. Ja. En als we nog geheimezender.com gewoon hebben we de hele dag. Non-stop. Dat komt omdat de piratenzender aan 14 kilobytejes wel meer dan genoeg drama uitstoot. Dus <Ja. laughs> en 538 die moet 192 verschuiven. En dat ken je hem niet aan door op die codeloze op die dikke antennes van jullie. Het is een beetje met een ping-pong-pong-pong-ping-ping-ping-ping-pioem muziek draait, dan hebben we minder MB's nodig, ja. Ja. Maar als je één piraat hoort, hij is allemaal waar, hè? Ja, dat is absoluut niet waar. Daar ben ik niet met die eens. Dan ben we eindelijk niet met elkaar eens. Maar ja. De melodietjes zitten eigenlijk in elke keyboard, eerlijk weet. Nou, maar de ene zit veel meer ruis door piraten dan de andere. Dat is echt niet allemaal. Oké, ik gewoon om, het is zo. Zelfs op een stream. Zo gisteren, dan klik je een aan en dan. Oh. Ja. Hoe dan? Op een stream kan ik niet eens een goede zender vinden. Wat nou digitaal? Ja. Ben je dit? Ah. Dat is wel een leuk sfeermuziekje, maar verder. Nee, ik luister er niet heel door, laat ik het zo zeggen. Ik ook niet neus, naast een. Lekker meestal leuk. Ja. Je moet nog even een beetje schud worden, want pick-up is zeer zennig. Zennig? Ja, is heel zennig. Nou, ik hol hierop van schud. Nou, dit niet klaar en dan weet ik het niet meer. Dat is toch nog steeds. Het was wel klote dingen voor de. Nee, niet. Wel! Ik pak even wat drinken, moment. Moet niet meer, goed. Ze hebben een bandje op repeat staan bij Code. Ja, denk ik wel passen. Kijk, die Lorenwong is ook heel zinnig met het oppikken. Hij laat echt de rest gewoon staan. Dat één keer schudden is, dat neemt hem met nou. Oké. Lekker bezig, man. Zijn Remco vroeg op. Goeiedag, hem. Ja, ratata, ratata. Oh, je moet een pick-up naar beneden. Ja, anders komt er niks in misschien. Denk ik, hè? Ja hoor! Was een spreuk uit vervlogen tijden. Ja.
Hé, hey, hij pakt een andere gras helemaal niet op, Emus. Dat is toch gelukt, maar? Ja, er moest echt nog even één pakje van klaar worden. Lutje pakje. Ja, nou, als geweld. Hier in Nieuw-Leuzen stikte van de piraten draait zelf vaak dorstige bouwvakkers. Oh, ja. Helemaal niet. Ja, die heb ik hem. Oh ja, die had ook hebt, Tom DJ. Wat hij de vorige week afbrengt. Een pakket van Tik van de Meulen? Dat is niet Nieuw-Leuzen, geloof ik. We willen die hoek. Een complete keet weg, jongen. Dan ben je hulpverzameling met singles kwijt, hè? Ach, hou op. Dat wil je toch niet, dat ding? Nee, dat wil je niet, nee. Legend, zal ik bieden, die komt te haken. Legend is hem drank aan het holen. Oh, Legend is hem aan het tingel. Maar kies toen, nee, speel nog weer verder. Wat moet er gebeuren? Koop. Wat bist toen aan... Wat? Die schandaal, maak door nog even een wiersvaar misschien. Nee, daar ken ik niet bij. Och, niet nou. Wat moet kut van, jongens? Wat moet schud worden? Oh, de gras is al zo verrot als de... Nee, ja. Dat is toch hartstikke luchtig, maar zo volk is schud. Ja? Zond. Wat is dit voor pannenkoekje door die banen heen? Wat die bult zo? Ja. Oh, dat ligt er hard in noost. Dat is toch hard niet goed? Oh, kill. Ja, Tik van de Mulden is afgebrand. De hele cake is fort. Ja. Waar? Tik van de Mulden. Wel een Tik van de Mulden, wie gaat. Wie is dat? Geheime schender. Oh, ja. Vorige week de keet vanaf brand. Ja. Ik heb die beelden gezien. Dat ben echt waar de pannenkoeken worden. Ja, boel. Oei, en daar hebben we. Rat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 
echte singles. Singles. We gaan even Jelle zien, kunstwerk laten zien. Ik ga even tussen nu. Even naar de buurt toe, kijken wat er holden is. Het is druk. Hoi. Hoe zei je door dat letje het vernoemd? Een droge troostprijs worst? Ja. Emus is wel een beetje sneu dan, hè? Maar, dit veld is leeg, toch? Oh, nee. Nou, leeg. Wat een teringzooi hier. Hoor dat je nou? Tony, ja, maar dat komt. Dat zijn allemaal verschillende emus en een beetje dubbel scheurt. Ja, dan kist het wel scheuren. Moet nou alles natje scheurt, man, hè? Nee, je bent ook een goede stuk bijna. Je zal het maar lopen hem, jongens, en de overburen hem het wel en doen niet. Oh, daar was er toch helemaal mal van in de huid. Wat ben je aan het doen, Letje? Ben je aan het ritten? Ja, daar heb je hem helpt. Oh. Goed, hè? Smalle bandjes, dan heeft het druk erop. Ja, of nee. Ja, maar de goede haar reden we. En de skirtmachine, die heb ik aan de achter. Ja, ik kan ook wel stoppen, maar het zit nog weer op 100%. Oh, ik heb niet eens in beeld. Nee, maar... Wij hebben op dit moment 552 kijkers en 584 duimpjes. We moeten nog 16 duimpjes hebben voor het rondje. Welk rondje? Naamrondje, denk ik. Zeg maar. Ik blijf maar wat heen en weer in, want één muziek snijdt te controleren. Dus ik moet wel deur. Ja, doen. En wanneer het klaar is, is het mooi, hè? Ja. Ik heb hier allemaal horsgras. Ik kan één muziek straks zo in een pak klappen. Hebben we al een pak aan machine? Ja, ja, weer zo'n rode, wist wel. Oh, die kaas. Ja, kaas, denk ik. Oh. We komen nu even een commentaar geven. Klaas-Jan Kruger van Saans. Pas op, hè? Ik stuur zo die papa door die toe. 604 duimpjes heb ik. Ja, jongen. Ja. 603. Nou, doe er nou een rondje maar, Ko, jongen. Red je yes. Er moment. Gooi ze er maar in. Kijk maar, Ko. Wat is dat? Oh, du bist net op tijd. Du bist net op tijd weer terug. Ricardo. Steve. Reiner. Desley. Hey, hoe kerst dat de stoel zo snel is? Jelle, Randy, Corali, Benny Wies, Age, Tim, Sven, Thomas, Vincent, Alex, Stefan, Ruben, Tijn, Tom, Jen, Alex, Luc, Stefan, Patrick, Joram, Luc, Koen, Patrick, Cornello, Joram, Jep, Mario, de Randy. De nou, scherm op. Thomas, net in de kroeg. Oh. Ik weet nog goed.
wanneer. Nou, moest die norm die normen maar opnoemen. Oh, Pets, nu. Wel in de microfoon. Anton, Tammo, Wesley, Hilco, Pat, Sean Derde, Luc, Mark, Anne en Jip. Pets. Ah, zeg maar. Nick, Trantzer de Boer, Martijn, Ivan, Sjoerd, Hilco, Jan-Peter, Mark, Ricardo Knoppers, Schaambor, Anneke, Vogel, Romsloent en Berend, Janders, Romsloent, Schaambor, Koelwerf, Fran Wesselhof, JW, Mark, Romsloent, 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 Karsten, Schaambor, Thijs, Vakenburg, Luc, Ingrid, van Ingrid van der Tuin, Janne, John de Eggman, Bebbers en Pax van Orden, weet je dat zijn? Super yeah! Perfect yeah! Perfect yeah! Martin, Jan, Bessel, Roelof, Han de Roas, Hilco, Pax, Nigel, Nigel. En dat was hem weer, jouw. Oké, ik stop de pick-up. Potverdik. De pick-up. Nou, zit weer op een holtje op zelfs voor. Wiki. Arme Jan, die plaat die blijft hangen, joh. Hey, ik kan er niks aan doen, dat naaldje blijft hangen. Hey. Plaat die blijft hangen. 1, 2. Hoi. Moet toch met die pick-up nog zien. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Kun je dat nou ook op zwart? Stel dat bij dat horsesgras nou eens geen verkoop. Ja. Eerst maar, dan ben we er eerst maar al. Ja, aan peren, boer. Ja. Ik ga er heel even nog een tussenuit. Ja, heb ik geduld. Schouder, hè. Doe er maar even spuit in. Ja. Spuit er even in, joh. Dat is wel jammer dat die Duitsers zo snel gecamoufleerd wilden zijn, hè? Hoeveel hem met een ding maar, en hij is hartstikke smart. Ik weet het niet. Maatschap, hou eens, zeg scherp af. Goeiedag, Jan. Ja, goed, hè. Ja. Nee. Geen. Ik moet er wat meer pressure in hebben. Voorheen. In de band van de trekker, maar hij trekt niet. Jongens, ik heb weer... Aan het puzzelen? Ja. Ik heb weer een nieuwe combinatie. Vorige week hadden wij de mengelen met de vent. Dat was Smilde. Pomper Smilde. Ik heb nou een CVX met een casepers. Dat had bijvoorbeeld... Dat is een goeie. Ome Joop. Ome Joop doet 5 met de vies en zegt... Ja hoor, daar is hij weer. Daar is hij weer. Ja hoor. Ja hoor. Dank u. Dank u, Ome Joop. Maar wie had deze combi vroeger altijd? Dit was bijvoorbeeld Stuurman, had ook zoiets, denk ik. Stuurman in Lauwersiel. Koorsmeer, ja. Koorsmeer, die had een mengelenpers. En wie had nog meer de Kees met een Keespers? Kokbakkerveen? Nee. Weet ik niet. Fiskit Boys, welkom hier zo. Noordbroek had ook één. Oh ja, Steve? Oké. Okay. Koen Veenstra, goeiedag, hey, meetmuus. Goeiedag, Koen. Is dat Koen, Koen van Alex? Die Veenstra. Van Alex Veenstra. Ja. Dit is geen Puma, jongens. Nee, dit is de Classic CVX Tier 1. Dit is eigenlijk mijn favoriete tracker of all time. Dit waren toen, ja, ik ben er nog. Ik ben al ver over de 10.000 uur, schieten ze. Maar dit zijn echt monsters van trekkers. Ja, hier heb ik veel mee gewerkt. Johnny J. Deep Power. Nee. Zeg, het is ook niet elke keer feest. Nee.
Nee. Zo weer. Nee, zo weer. Iedereen die met... Oh, dat was Poekie. Hoe is het, mannen? Zegt Marco Stadman. Ja, prima, joh. Prima. Heel leuk, denk ik. Jou. Ik heb nou hors hey in de pers. Dus als wij dat nou eens even konden verkopen misschien of iets... Zal dat een optie wezen? Probeer. Probeer. Nee, dit is de K7X Tier 1. Gebouwd vanaf 1999, 2000 ongeveer. Dus hij had eigenlijk de Steyr S-Matic versnellingsbak. Zullen we er eenmaal mee lopen? Even tech talkje, even snel? Ja hoor. Doe maar even. Jammer dat er van die slechte banden nog meer zit. Wat is er met die banden? Loop maar alleen zeggen, want de pomp zit er staan daar aan. Ja, ja. Klopt. Tech talk. Dit is een K7X Tier 1 versie. Dit was een 2000 versie en de motor was een Sisu motor. Met Stenendijn pomp, brandstofpomp. De versnellingsbak was een Vario, 4-traps Vario. Met klauwkoppelingen, S-Matic van Steyr. Hij had een ZF achterbrug. De geveerde voorraad was een Carraro, dat is deze ook. Zo te zien. Ik ben niet al kwijt hoor. Oh, nee, die ZF. Die, ja. Ja, de S-Matic van Steyr is later overgenomen door ZF. Deze hadden toen al serieuze hefkracht. 10 ton heffen ze. Dikke cilinders. En Berris Hekman is weer een special aangeklikt. Berris, hartstikke goed man. Of is dat een verlenging? Berris, dankjewel jongen. Super. Wat kan ik hier nog meer over vertellen? En daar gaat hij weer. Een nieuwe. Ja. Oeh. Standaard hadden deze CVX-150'ers. Zonder gekheid jongens. Oké, ik ben een case freak, maar dat maakt niks uit. Maar dit is aan op de motorkap 150 pk, maar voor de wodderrem verder daarboven. Altijd ja, onneuzel wat een pk dit is aan. Maar verder, ja, waar kan ik je nog meer over vertellen? Wij hebben thuis een case CVX 1170. Dat is hetzelfde principe, Quentin. Ja, maar dat is de tier 2, de 1170. Dit is de tier 1. De tier 2... had een andere brandstofpomp volgens mij met boost. En deze had dat niet. Dit waren rauwe pk's. Ja. En in de interieur is niet helemaal correct. Ik zie op de A-stijl nog geen klein displaytje. Maar verder armleuning, de multicontroller. En ja, mag ik er maar niet over vertellen. Dat was een beetje. Mensen maken nog een mooie naam van. Ik ga de bedden rusten. Een goede werkschool. En zegt Joran de Gardner helemaal goed, jongen. Tot de volgende. Hey, tot de volgende. Joran, hartstikke goed, jongen. Ja, man. Michel Rakers. Mooie trekkers om mee te waken. Alleen nog het hockey was te krap. Ja, als je er alleen nog in zit, is prima. Maar veurloorde werk was ook altijd een dingetje. Check deze plafond. Die zit hier vrij ver naar achteren. Is een scheve plafond. Was nog niet echt... Was een beetje krap voor de grote kerel. Dat klopt. Maar het is een hele fijne trekker met erin. Iedereen riet er met voor. En als je de rijpedaal loslaat en heeft een actieve stilstand, dus ook al stond je op een helling of wat dan ook, heb je altijd stilstand. Een actieve stilstand. Mooi werk doen. Ja, ik denk een verlenging en muis was op pauze gegooid. Oké, Berris. Hier zit meer knop op dan mijn mengpaneel. Nou, zonder gekken. Die waren toen vrij geïntroduceerd. En hashtag deleted. Welkom hier zo. Dus ze ben toen in 2000 geïntroduceerd. En ze ben eigenlijk baktechnisch eigenlijk nagenoeg nooit veranderd. Ze hebben één ding veranderd. De hydrostaat. Die werd bediend door een solenoid. En die solenoid die bediende zeg maar de slag van de hydrostaat. Dus de hoeveelheid olie. En die stond bij de eerste types altijd al op een voorspanning. Eén kant op. En dat gaf nog wel eens een beetje slijtage aan het vorkje. Vanaf tier 3 hebben ze die in een neutraal gezet. Zodra je hem in de vooruit zet, dat hij dan pas ging schakelen. Dat verschil. Ah, en tier, wat houdt dat in? Een soort milieunorm. Tier 1, 2, 3. Wij zitten nu inmiddels in de tier 5 trekkers. Tier 5 motoren. Dat is volgens mij een beetje vergeleken met de Euro 6 bij de vrachtauto's. Ja. Vrachtauto's zijn nog verder als wij. Maar wij zitten dus ook al wel een jaar of 10 met AdBlue trekkers, bijna.
En de tier 1 had verder geen EGR-systeem. De tier 3 had een extra nok in de nokkenas. Zodat tijdens een inlaatslag de nokkenas ook een klein beetje de uitlaatgas mee binnentrok. Oh. Dat was de tier 3 oplossing. Tier 4A was AdBlue. Ah. En de tier 4B was AdBlue met een uitlaatklep, zodat die nog sneller warmer werd en dergelijke. En de tier 5 heeft nog meer sensoren en ook zelfs een ammoniakfilter. Right. Is dat ook bevestiging van olijven of is je er niets van om? Weet ik niet. Want nou hebben we het over AdBlue, hè? Ja. Fendt Farmer Chris Wubs is ook een prachttrekker, jongen. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind Fendt is altijd goed spul en zal het altijd doen. Ja hoor. Ja. Niks mis met. Maar jongens, ja, je moet je tegenwoordig aan de milieuwetten houden en er komen steeds meer sensoren en kleppen en troep op om die uitlaatgasemissies te verlagen. Hoeveel pk is 7,33 standaard? 70? Zoiets? 70? Ja, zoiets toch? Ja. Niks met die tierbouwdel. Nee, Mark Jong Herskelijk. Wij zijn gisteren naar reden op zo'n Puma of zo'n 240, ja, hè? Ja, 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 dat klopt. Ik kwam voor een laatste naar jou. Ja, 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 bij de muziekvereniging, hè? Ja, toen maar bij de muziekvereniging. Oh, ben je de, oh, door. En we hebben al papier gebracht. Bij de muziekvereniging De Hoge Nood? Hey, Concordia Grijpskerk. Oh, Concordia Grijpskerk? Ja. Ja. Die muziekvereniging en die doet ook bouwmateriaal, toch? Ja. Oh, nee. Ja. Een plaatselijke muziekvereniging. Ik heb er soms geen gang in die CVX, dus er komt iets niet goed met die old backdeal. Die stapmotor is naar de Juhu zeker, of nee? Nee, ik heb het net een hele tech talk hard over trekken. En ik heb het ook over de stapmotor. Emma zweer naar over drie maanden die ding en dan ja, niks. Ja, dit is het trekt nog geen woord. Oh, ik weet het, Demus. Er ligt een pak onder de pers. Niet. Stop. Ja. Er ligt een pak onder paas. Onder paasboom. Oh ja, het is de liek, doe. Hoe ja, komt die door in de liefde? Emmerien, ik til hem bij me op. Ja, maar doe pak daar is die ding. Ik weet niet waar die Kees heeft, maar die... Kijk. Laat zo net ook een op het geschudde al. Nou dan. Er zit even meer gang in. Ja, ja. Ja, kijk. Nou, die staat helemaal klem, doe. Ik had het net namelijk toen ik hem aanzette ook al. Dus ik denk dat zal misschien wel aan het mat liggen, weet ik het. Aangeroerde, ik vind de variobak van Fendt het mooist. Oh. Vincent de Jong die zegt 73 pk. En 1730, de eerste twee getallen staan voor de pk's. Ja, ja, en meestal, ja. De laatste getal is meestal de cilinderaantal. Ja, maar... Dat zou gaat niet altijd. Nou, dat kan ja, wel. Wel. Dat kan ja. Want de 4,53 was een 3-cylinder, de 5,23 was een 3-cylinder, de 6,44 was een 4-cylinder, de 8,45 was namelijk geen 5-cylinder, maar dat was een 4-cylinder met turbo. Ja, maar hij had nee, dat was een 8,56. 7,33. Ja, dat kan ook geen 3-cylinder weten van mij. Nee. Dat zal toch niet. Nou ja, tegenwoordig heb je 4-cylinder en 150 pk al. Ja, klopt. Klopt, ja. Ach, nee, dat klopt. Het is niet altijd, dat klopt niet altijd, maar het heeft wel een tientje zo weg. Ik mag daar niet in. Ik zit. Ik wil weten wat er zijn. Niks zijn. Oh nee, sum. Groetjes, mooi. Ja. Niet weer komen. Nee. Nooit meer zien. Waar maakt een vent zo duur? Nou, dat is toch afwerking. De naam ook wel waar, maar ik vind wel dat ze heel bord. Heel. Ja, ze zijn wel af, jongens hoor. Ja, daar merk je niks aan. Nee. Ja, ze wel nou af, ja. Nee, ze zijn een gag guy. Dat ben wel. Ze zijn een gag guy. Ja, tuurlijk. Ze hebben ah, ook op detail. Ja, vanaf, ik heb het al vorige verteld over die front en over de cabine, de verlichting en hoe het allemaal afgewerkt is, jongens. Dat, ja, het kost meer, maar het is ook gewoon... Waar is die tandenbak van die Volvo-shovel?
Vijf. Die leidt achter de schuur bij die stelling. Ting die kuulbulten daar. Ting die silootjes. Oh, die kunnen er wel boven bij die kalver in zetten. Nee, jongen, dan stak duvel dat ding op een kalf. Ja. En dan best de shock. Met een spies op de kalf. Met spies door de rug heen. Ik denk dat het ding over die kalveren staat. Dat ja, ja ik heb hem hier met de stels. Ja, helemaal goed, Jelle. Heeft hem? Ja, ik heb hem. Spreek. Week dicht. Doorhekken hier een kwakdaaier. Wat vind je van Porsche trekkers? Nou, ik heb daar geen mening over, want het is niet mijn ding. Nee? Nee. Maar ik vind het wel mooi om te zien. Maar. We hebben het ook 20 jaar oude Setar. Oh, mooi ding. Ja, joh. Ja, Setar. Ja, doen tegenwoordig. Zien er ook mooi uit, jongens. Hè? Nice. Ja. Nee. Die Porsche, dat waren hartstikke mooie trekkers ook zeer. Poh. Oh. Auke van der Gouwen, kijk hier wel een nieuwe oogstpaard en een mooi trekker. Ja? Ja. Ja, ik doe zo met Menno Wilkenburg heb ik de trekker en werktuig, maar hij moet nog een keer komen. Hij is vanaf 99 nog niet bij mij geweest. Oh, dat zo moest hem. Ja, ik heb de nieuwe Maxim nu, die u kan nog niet zien. Nee, wij hebben jarenlang zo trekker en werktuig gehad. B. Maar trekken en werktuig ook ja. zo'n maandblad, dat is ook hartstikke duur. Ja. Vind ik jammer. Ja. Ik lees ze ook nooit, ik kijk er ook nooit naar, ik check er ook nooit, eerlijk gezegd. Ja. Mooi. Wat vind je van toplampjes en luchthoorns? Eerlijk, een beetje poeha. Ik vind het een beetje... Beetje te? Oh, ik vind het wel leuk. Nou, ik vind een luchthoorn wel leuk, maar dan moet er ook een touwtje in de cabine. Touwtje. Ja, zo'n touwtje. Touwtje. Ja, zo'n horizontaal touwtje. Wordt dan de vingers boven en pop. Een luchtklep. As. Kim Welting worden, dus overal de lucht op. Och ja, hol op. Ja. Ik heb trekken werkt een 23 jaar gehad, maar het werd me te duur. Ja, mij ook, broek, hoor. Ik had gewoon een raad om met lucht. Ja, hè. Ja, bliksem. Oh. Oh, je pa. Je pa. Wat vind je van eigen trekkers? Ja. Ja, ook trekken. Hey, als je, ik heb wel eens in zo'n oud eigertje zitten met zo'n cabine erop. Nou, je moest hem met een been wit zitten, want de dashboard en de dieseltank die kropen zo wat tussen de benen deur. Nou, maar zo, op. Zweer ik ze. Chrome piep, ken altijd. Ja, dit is wel stoer, jawel. Maar ik ben niet zo van de poehaal cabine, hoeft niet. Zo. Maar ik wel, vind het leuk. Is leuk. Maar de eiger is weer helemaal terug, of niet? Eiger? En de EMF? Nee, de cabine, dat nieuwe EMF gebeurt, dat heeft wel wat van de eiger en van de sluiter. Door is wel een punt. Ja! Door is een punt. Hoe heet die mod dat je zware dingen kan oppakken? Strong player. Of strong farmer, hoe heet dat ook alweer? Een houtje. Wat vinden jullie van Kubota? Dat zal ik je vertellen. Over 20 jaar bent alleen maar Kubota's. Wengst. Dat weet ik zeker. Dat maakt me toch serieus open van niet, hè, Muus? Nee, maar ik zeg, nou, is dat verkeerd spul? Nee, we hebben wel geen waak meer. Nou, gewoon een Kubota toe. Dat kan je ook leren, toch niet? Gewoon een Kubota toe te waak. Nou, die achterbrug die kist toen wel, de CDF. Ja. En de veurbrug is Kubota. Nou, dat is vanaf een maaimachine niks aan, of wel? Nee, dat is zo. Van die drie cilinder pompverstuivers, meer zal er wel niet in zitten. Nee, niks. Nou, maar ik denk wel, dat... Wat is dat, Legends? Dat die Japaners hebben wel procenten over, hè. Dus dat ben, denk ik wel, deurzetters. Oh, dat denk ik ook wel. Ik wel het breng. Mooie mee, zegt Scania S37V8. Maar wat moet er met het veld gebeuren? Moet het ook opgeploegd worden of zo? Ja, ik wil die hartstikke graag er niet in hebben. Nee, dat bedoel ik. Trap het ploegen maar in. Goeiedag. Hoi. Ik ben helemaal het laatste stukje aan het haken. Ja, ik zit.
Nou, Coburg is vroeger. Wat? Hummel? Coburg, hou je wel. Is er vroeger nog warm. Nog vroeger warm. Ja. Oh, wie heeft trouwens nog even aan St. Martinus een weg? Doe, ikke. Ik doe ook, Jelle. Ik ook. Pieke, ben je beletjend, hè? Ik heb warme chocolademelk hard bij een. Ik ook. Ja. Ja, dat is lekker. Eerst toen nog een liedje zong dan, Jelle. Jazeker. Ja. Oh. En ik had een lampje met. Daklamp. Nee. Ik had een mooie vuurtorenlampion. Nou. Oh, wat goed bezig, joh. Hij leek voor een gevulde vuurtoren van Ameland. Ons tieners had ook een vuurtoren. Ja. Beide hartstikke mooie vuurtoren. Nee, en Matthijs had ook een zeer uniek tekst. Ja. Hoor maar even kijken. Absoluut. Emus, welk stuur heb je? Deze. Deze. En Co en die andere. Legend had ook een. En Jelle doet ook een, toch? En de gastpersé heeft de vijfde. Het vijfde raad. En waarom? De vijfde stuurraad. Thijs Kertier, Emus en onze uitlaat van de zetel zit een kruisje in. Weet jij waarom dat is? En is het dan slecht als je een open pijp opzet? Kruisjes zijn om het is een turbowiel tegen de hond. Wij hebben ook een kruisje in de uitlaat van de trekker. Ja, ja, vertel. Goed, dat is verplicht. Inderdaad, ja. wat Koos zei. Ja, minimaal M8 dik geloof ik. Ja, achterdaags. Ja, voor mij hebben wij M10 daar, maar nee, voor mij 8 vandaag, maar in een ja, M8. Ja. M8. Oké, okay. Voor mij hebben wij dat ding niet, maar. Dat is om de turboschoepen. Ja, je moet die bozen in je boomboosen, hè? Dat is om de turboschoepen tegen de hond. Ja. Ja, ja. Ja, ja, en te verbruiken om daar. Ik wil net zeggen, kinderen bij die deus niet direct bij de loodje, jongen. Dan komt er zometeen in beeld. De legend heeft een soort laten. Nou, dat denk ik niet. Dat is niet. Blauw. Maar er zit geen turbo op deze zetel, zegt Thijs Kertier. Nou, dan scheuren we dan maar uit. Ja. Ja, maar dat ben voor de burgers en de zussen die eruit klaar. Nee, want dat is kruis van alle doornen. Dat keer ze gaat graag met kruis eruit om. Dat keer zit de boom ook zeg. Ja. Kent dat nee. Nou, even een mol meer. Nou, even een mol meer. Jelle, wat bist u aan het douwen, jong? Oh, Jelle, het is hartstikke mooi hier alles voor bij de dame in te zetten. Zal ik anders. Zal ik anders. Oh nee, sorry. Oh, maar ik zie geen namen. Hè? Hè? Zo short, ik zie het zelfs in de stream terug doen. Oh ja, sorry, jong. Ah, oh, go. Maar dat komt om een half waak met er een. Ja, gloeiend, hou op man. Ik zit niet te creperen van de pin hier. Ja, en hij heeft er ook nog gewoon grap genomen. Ik heb er gewoon grap mee. Ja, nu zit ze mee aan hem te grap maar daar. Moet je vloedvaten afkennen ook met cultivator? Probeer, moest hem kijken, weet ik niet. Kom maar, dat doet hij niet vaaien. Ik ben niet zeker om net zo lang op mijn was te doen. Ik zal het lang laten, legend. Voor de hartse gras. Wat het smerige waar ik zelf doen volgende week. Oh ja, ja, ik doe het zelf wel. Oh, ik ook wel weer een punt. Ik heb ze elms omdat het daar zelf wel weer uitje. verder Hansma, tot de volgende keer, jong. En leuk dat je er nog even was op Twitch, want wij doen ook dingetjes op Twitch. En hij was ook even op Twitch. Verder, jongen, hartstikke leuk voor jouw support. Onze kant op, jongen. Topper. Dus mensen, ik mag niet voor reclame, maar wij deden de lessen door ook weer hartstikke gezellig op Twitch. Dus ik zou zeggen, als je ook een keer wat anders wilt zien als farming, waar wij farmen op YouTube, gamen op Twitch. Is het op Twitch West van de week? Ik ben op Twitch West van de week, samen met JD Speaker en JJ Lano. En ons tieners, onze Matthijs, waar we met elkaar hartstikke leuk een maand euro terug. Ik ben er niet zo lang weg dit keer. Nee. Ik zat aan meer rijuren, joh. Ja, en daardoor. Ja. En nachthakjes geven van de dag. Hoe. Ja, ik snap het niet. Emus, wat bist u weer gul met die positieve reacties? Jongen, jongen. Doe al straks alleen maar vijand over.
Maar het was wel echt trekkend makkelijk dat hij de gusten had. Ja, dat wil ik net zeggen. Hij had de brug kloren en dan begonnen we dit te doen. Nee, ik heb met mijn koor, oh. Wij hebben met mijn koor dat allemaal even een beetje bekeken. En ik heb hem gaan juist. Nou, dat is de genetjes wel. Ja, niks mis met. En Tjalle en de brandweer waren er ook bij, ja. Tjalle, die was net in de chat, die was ook bij de crew bij mij. Bij de brandweer? Waar ben je zo onderwijs naartoe? Ik hoor een kar hebben, goed? Ja, in Bogen, ja. In Bloren. In mijn CVX, ja. Ja. Of ben je ook al hier aan elkaar? Nee, ik wil de vader. Kist hij over elkaar zetten of niet? Oh, misschien wel. Nee, doe maar niet. Ik ben er als ook al. De liggen hier zelfs pak op pad doen. Had ik even mijn kaart komen? Stond er ook al de of niet? Nee, dat nee. Maar die laat precies waar ik ze wilde, man. Oh, juist. Doe eens een kulum hier met nam. Ik zit. Even zien, wat voor karretjes. De leutjes zeker? Karretjes moeten we door hem bij. Leutje curly. Leutje curly, jongen. Waarom, bro? Waarom? Sorry, dat ben van die enkoppetjes. Klopt. Ja, hè? Een ander bedenkt het niet en hij redt het ook. Dat zei het ook wel wat van je niveau, denk ik. Ja, echt wel. Sorry, legends. Ik ben nog steeds meer dan 500 aan het kieken. Hoe dan? Ja, dat is mooi. Is mooi. Is mooi. Tijdens kwartier, mag ik krijgen. Sidetech, sidepanel kopen voor 30 met een klasse noodrijm. Mag ik nog gebruiken. Oh, tijdens kwartier, goed bezig, jongen. Als je nog een keer een weet, stuur een berichtje. Nou. Een Oostiaan bijvoorbeeld. Oh, ja. Wij moeten magazine met spul. Dat is niks te duur. Dat is niet duur. Oh! Lester op kans. Nee, kijk snel, rechtsboom. Zie je hem daar? Nee. Hi. Bekeurs. Oh, ja. Ah. Oh. Zit een flitser. Ja, verrek, hier zit camera in. Ja. Wat is nou? Ik ben flitst. Hoe dan? Hoe dan? Nou een keer. Oh, oh, oh. Het was wel een ding, hè? Ze gaan er wel om, maar dan had ik niet zo straks ook nog een van. Nou, daar kijk ik nog heel goed vooral over. Ja, nee! Ik ook wel, maar. Nou, ik wil hem eerst vertellen. Ja, nee, doe maar. Nou, er was een keer een collega van mijn pa, die reed de dub en die werd flitst. En die denkt van, hé? Dat kan niet. Dus die gaat bij dezelfde pol weer langs, heel rustig, flits. Nou, ja zeg. Dus die doet dat werkelijk nog een derde keer. En hij kreeg 3 keer een bekeuring van geen gehaddel al. Ja, maar dat was gewoon met een auto. Niet, ja, hè? Ja. Heer gewoon, hoe ken dit? Ik riep veel langs om maar het af wat ik flit. Maar nou, dat weet ik daar van hè. Oké. Ik riep met een gaatje van 30 lang voor je 50 man het af wat ik flit. Hoe dan? Dat denk ik dus niet. Als je de gordel om doet, dan flitst het misschien niet. Ook 3 keer inderdaad. Nou, ik rij hier nou even te hard bij langs. Probeer als ik een gang hol ken hem, hè. Nee, nou niet. Nou reed ik net niet hard genoeg. Maar hier is een flitser, jongens. Hoe hard maak je hier dan? Nou, 43. Gebeurt er niks. Hey Henk Henstra. Goedenavond, ik ben er weer bij. Ko, is nog even desinfectaal. Je groet niet doen. Ik heb het clever. Nijdrezen, die werd laatst flits op Kenstar. Op Kenstar? Is door ook heen? Wat er niet onweer aan het werk. Ja, dat ken ik ook. Ko, we worden net zoals Coralie bellen. Middag heet niet op die. Nee, Coralie. Dan kregen we broodjes. Hé, hey, muziek stuurt nou al door dat hij zijn collega's, hè? Ja, dat is toe. Door bij hem op buurtdij. Ja. even zien, zit die auto load op of niet? Nee. Maar jij laat ze er zelf maar in op bij, Muus. Nou, dat kan Jelle mooi doen, toch? Dat zie ik niet. Wat moet ik dat doen? Ja, ja dat wil ik wel doen. Oh, doe ze het op ding, sorry. Ja. Och, ik dacht steeds dat Jelle erop zit. Dat stond niet? Ja, dat zei ze toen net ook al. Dat komt... Dat weet ik ook niet. Wanneer een verdeelde dan misschien? Ik zit wel op een gele machine, maar niet op een shovel.
Dit is een trekker. Dit is een trekker. Nog maar 43. Gaat ook niet vlees. Ko, wil je aanrijden op Keizer? Oh nee, laat maar naar eens. Oh, ja, niet om de Keizer, denk ik. Nee. Oké. Okay. Ik heb mijn naam weer niet beweegd. Jongens, even een dikke hype voor Ko. Hij hartstikke veel spin aan zijn arms. Jeuk van worden, ja. Aan, oh, bliksem. Had ik al spin in de kap. Wat dan? Ik denk mortel. Jongens, doe even een dikke hype naar Ko Schouten, jongens. Want hij heeft vreselijke pin in de arms en doet wel meer. Zo is het wel. Ja, ik verzaak zomaar niet, hè, dus dat mag ze niet meer. Nee, dat weet ik. Dikke hype, Ko, zegt Legend. Cornello, Ko, JJ, Ko. Dank jullie. Acht, Ko, een beterschap, hype. Simon van Toen. Ah. Is dit niet enorm pijnverzachtend, Ko? Nou, dat niet. Het is wel leuk, hoor, dat meeleven. Het is wel hartverwarmend. Juist. Oh ja, dat is het juist. Maar ik me keer eigenlijk nooit waar en nou in één keer gloeiende. Hij beterschap, Ko, beste beterschap, hij best spoes. Martin, niet hoor. Ik kist aan de buitenkant niet zien, hè, dat er wat aan mijn keer. Nee jongen, maar de. Maar de slijmbeurs, ik had toen de rechterarm slijmbeurs. En al die door mijn rechterkant ook lijkt te slapen, dus wel. Ja, nou dat heb ik dus dat nou wil ook. Dat niet. Nee jongen, hou maar op. Dan gooi je links proberen te slapen, dat wil ook niet, maar goed. Op je probeert maar. Door aan wend. En dan is het zover, dan ben je eindelijk van de slijmbeurs op mijn rechterkant af. Dan is links aan de beurt, maar die heen daar volledig over belast. Nou, ik denk dat dat net gaat vallen, maar ik... Nou ja, rechts is oren verrot op tijd. Ja jongens. Ik zit volledig al aan mijn tax van pilden en het doet nog zeer uit. Superchat! Zijn we aan het bijdragen voor een selfie voeten? Superchat! Ah, lief Puks! Oh. Dikke hype voor Puks, kleine bijdrage voor een selfie, Ko. Superchat! Mag nou Nee. Superchat! Die waren al later. Die waren al later. Alleen in het boek van Klaasien keek dan. Dus Klaasien uit Zalk? Ja. Moet gewoon jaar aan, jaar uit doen. Er is toch ook zo'n liedje van Legend? Ja, dat is. Jaar aan, jaar uit. Jaar aan, jaar uit. Hoe gaat Klaasien dat liedje? Uit Zalk. Ja, onze Klaasien. Zo ongeveer. Nee, maar er was toch ook een liedje altijd in het Grunnings? Het leek me eens Broek aan of Broek uit of zoiets. Hoe was die dan? Nee, hey, daar was toch Klaasien? Dat weet ik niet. Ja, dan. Ja, daar. Jee, de Rus, jongen. Hey, de Rus, volgende. Oh, de Rus, jongen. Hey, wacht even, dus ik gooi gelijk die spanbank vast. Ja, dat wordt het, man. Gooi wel met links, hè? Ja? Nou, oh, nog niet! Stop! Joepel de Vroep Chinees, het ging jongens, zo mooi! En ik heb er één op deen zit. Oh, jammer. Kom maar op het dak van die Kees. Waar moet die hartstikke zijn, jongens? Hartstikke hartstikke. Wie heeft die pak in die paard zet? Ik. Dit is hartstikke. Emus die moet zich gelijk oplopen. Nou, die is druk bezig. Die kan niet harder. Bij de vierde zuchtballen. Wie? Veerbal? Van de Richards. Oké. Broek uit, broek aan. Kijk, dat ik zal hem hem opzoeken, noemt. Die moet van die prikkers in hun neus hebben. Naar die koeien, die zoogkoeien. Maar jongens, ik ken veerzuchtballen niet dubbelklikken. Dubbelklikken? Nee, dat kan ik niet. Dus ik moet op de map maar kauwen. Boek maar door, blöde koe. Ja, en waar moet ik nou wennen?
tweede zucht bal. Balenverkauf? Nee. Nee, dat is de wolverkauf. Dat moest je ook niet hebben. Hey, Wimpy. Goeiedag, Wimpy, joh. Ah, mooi. Goeiedag, hè. Wo is die vierde zucht dan, ballen, jongen? Jongens. Ja, ik weet het niet, joh. Wait. Simon? Bo-Mien, bij de hele hoop door. Attentie, help, Simon. Ja, neem de helpdesk. Simon. We moeten naar even heen en gewoon een snel toets naar Simon. Helemaal Bo-Mien links, links Bo-Mien. Ja, dat is die balenverkauf. Is dat die balenverkauf? Oh, de balverkauf. Gewoon door, man. Na de balverkoop, zegt de helpdesk. Ja, weer 1,30 euro per gesprek, zeker. Nee, het is geen 0900 nummer, die is er altijd wel. Ja, dat is baal. Dat is per menu, dat niet te doen. Nee, dan word je geknipt en geschoren. Letterlijk. Tonight ben je bijstand. Zeker. Ik zie nou al dat ik denk, hij is niet dat voor. Geen speelman, geen speelman. Ach, lief Geert. Jeetje. Doet 25, Geert, jongen. Dankjewel. Hij zegt wetenschap, Co. Ah, is lief. Ja, ik gebruik het niet meer naar de pillenboer. Pillenboer? De nee, Kronwater. Oh. Nee, die kon ik wel, hè, pillenboer. Die heb je al eens een keer een foto gezet. Oké. Okay. Pillenboer. Jan Pillenboer. Ja, daar een foto gezet? Ja, heb ik een krantenknipsel van. Dan ben ik Jor of 8, 9. Had er vooral nog staan en wordt nog een lamp nog aan onder in de vier. Ja, nee. Dat was van jou toen de Tweede Wereldoorlog. En die laat ik niet onder. We hebben een natuurramp gehad in Hilde. Mijn oom die... Er zijn foto's van. Ja. Ik zweer, ik ken het hier zo lot niet persoon. Nee, hartstikke goed, maar ik wil Geert Speelman nog even dikke hype. Dankjewel. Ja, dikke hype. Zeker, Geert, jongen, dikke hype. Ik moet rustig rijden, heb je het idee. Ja, er moest nog gasten. Oh. Ik zie wat er erbij. Jelko Leclerc. Tot de volgende keer, mijn jongen. Testkwartier. Ja. Pugs zegt gas. Eén muus. Oh, ik ga er nog heel even uit, jongens. Kom maar zo weer aan, ja? Ja. Ja, goed, jongen. Naast veld 7. Even kijken. 5, 6, 7. Doet ze ook een vierde bouwrol? Zal ik doorskien? Zal ik skien? Ja. Anders kiet het doorheen. Ja. Al moeten de tunnel in, dan kan ik natuurlijk nooit met 6 logen op elkaar. Ik ben er net, zegt Jochem Bolhuis. Ach, jongen. Nou, better later of not. Nou, saai is maar krijg, man. Ik heb het maar erop. Ik breng het hierheen, maar ik ben hier nou dichterbij, jongens. Niet doen! Hij leidt op account. Nee, ik heb me red. Oeh, dit moet je hem zien. Oh, nee. Oh, kijk. Ja, hij heeft hem tegen boom aan. Ik heb hem sparken. Klik, die spaanband maken, jongen. Pieter. Hey, Botek. Ja, die zit goed strak. Janke Juiter, waar is Tinus? Al bijna, hè? Even zien, worden die verkopen twiggen? Even zijn. Moet ik hier binnen weten dan misschien? Nou, dat kreeg ik nooit voor. Nou. Ik weet het. Ja! Ja? Ja! Kijk eens! Zie hem dat geld niet daar? Ja! Ja, ik ben kwijt. Horsesgras. Dit gaat er om bij nou? Ja, bij. Ach, nou, moet ik dit weer naar eens houden? Ja, horsesgras. Horsesgras, of niet? Hoi, ik ben Geert, heb wat gemist. Ida Geert, Ida, goeiedag. Ja, zeker heeft u wat mis. Toen heeft het gemist. 2:04. Oh, ja hoor. Ben we alweer zo lang bezig? Ja.
Let op jongens, ik word flitst. Bam! You got flashed too much. 3 euro voor fast driving. Nou, ik heb vorige week een kregen op bezoek. Dat was zeker geen 3 euro. Nee? Nee. Ik wat meer? Ik meen dat de planner tegen me zei, we gaan er maar snel heen, maar ik weet niet zeker. maar ik heb wel flip gekregen, ja, vorige week. Maar dat heb ik gereden niet, dus ik wil er ook niet over hebben. Nee hoor. Maar volgende vraagje jongens. Nou, dat vind ik goed. Ging je 80 in een 30 zone? Ja, 53 in een 43 zone. Maar met de bus ging het... Nee, zo slim was het niet. Maar ik heb wel het idee dat die boetes niet minder worden. Nee. Dat het best wel serieus is als je iets doet. PRD Film. PDH. PDH filmt, doet je een euro en zegt ik ga onder de wol, succes verder jongen. Hartstikke goed man, dankjewel. Yo, lekker slapen. Zeker. Maar Janke Juiten, ben jij nog in de chat? Moest eens even kijken hoe kracht die Coach Shotten heeft. Die gaat gewoon midden op de weg staan en de auto's blijven staan veel. Ja. Ja. Hoe dan? Die wil nog foto's maken, nou natuurlijk. Oh, dat is. En dat er vaker in kraan staan. Jan, kan ik jullie feliciteren? Jan? Maar dat is een van de overkant. Oh. Snap je mee? Kan ik jullie feliciteren? Dat moet je niet zeggen, joh. Nee, maar ik zeg alleen maar, kan ik jullie feliciteren? Het staat met naam en toenaam in de chat, hè? Oké, gefeliciteerd Jan, joh. Super. Nou, van harte. Nou, van harte. Super. Ik kan vertellen, voor de telefoon is wel duur, hoor. Nee. Oh. Ja, boete. Ja, ook voor telefoon. Oh, dat is ook een serieuze, ja. Nee, dit was gewoon te hard rijden op de rondweg van staat. Stom, hè? Gewoon op de rondweg van de staat. Word je 70 maken. Ja. Door hier ook snel even een tikje daar, hè? Ja. Waar die met een curly pen? Pen. Mooi kill, ben er nog even weer, zegt Thomas Hepping. Goed bezig. Oh, jullie waren op televisie, ja? Oké. Okay. Oh, daar heb ik niks van gezien dus, maar daar moet ik nog wel even, kan wel nog wel even zien, zeker. Ben er nog meer pakjes? Ja, zeker. Wesley Maus, dus vader is best goed, maar alleen maar enige groene dingen. Aanraad was wel om zoveel uur te moeten invetten. Vergeten het gebeurde, dan gaat hij kapot. Oh, oké. Okay. Nou, dat is anders op denken. Oh. Hé, hey, maar Jan, wij zijn een goede vriend, toch? Nou. Hé, hey, vriend. Is het een vriend? Ja. Nou wel. Ik ken heel goed met de overbuurman op tijd. Je kan veel bij de vijand nemen, die zoek je de koelkast niet leeg. Nee, zo is dat dan. Henk Hemstra-Ebus is het een idee om samen met Milan Knol op te nemen. Waarom? En die Milan Knol nou zo, dat je zegt van wow. Nee, als ik eens een keer met iemand, dan zal ik misschien wel eens een keer met Chromo wil een euro terug. Een ja. Chromo with Jojo? Ja, dat is ook een keer wel een beschuitje met wil nemen. Een Chromo with Jojo. Ja, nou. Kan je uit daar, hè? Jongen, ik stuur het filmpje wel door de app. We zijn best als maatschappij ook nog een keer inhuurd van de Bezafits. Oh ja. Dat ja. Zou ik ook nog een keer willen. Ja? Ja. Ik heb een keer met een Madden aan, dus ik vind het al niet zo speciaal meer. Nee, ja, maar gewoon als maatschappij. Dat is niet in te huren met mij, maar dat komt mij. Ja. Als hij er een keer in omkomt, zeg maar, dan... Ja. Ja, maar ik ben geen... Milan Knol is niet ons... Wie is dat dan? Ja, dat is een broer van Enzo. Enzo. Wie is Enzo Knol? Jij met de neus voor de kop, die. Die broer van Milan. Die Milan, Enzo. Is dat familie van die koekfabriek? Ah, nou is het weer een geintje, Jan. Eerlijk is eerlijk. Wij kennen goed met elkaar. Toen nog, zeg nou even. Ik zat is precies dat familie van die koekfabriek? Nee, is dat? Ik zat die precies vertellen. Dat is Knolskoek, ja. Dat ben van die wiesneuzen, van die Kwo Jong. En die maken reclame op YouTube.
En ze kriegen gewoon alles. Mag niet meer, ja. Hè, reclame op YouTube. Nee, dat wordt nou hard minder. Misschien dat die jongen nou nog een keer werken moet. Maar zo ben je een hulle bark van die mensen. Dan maken ze wat reclame op YouTube. En, ja. En ze rijden in de duurste auto's en ze hebben dit en ze hebben dat. Maar ze moeten hem vertellen hoe dat het product wel niet is. Ja, lekkere smis paprika chips. Zwembad in de tuin en ik weet wel niet wat ze allemaal wel niet hebben. Ko. Ja. Hoe stijst eigenlijk precies? In paard. En wij zijn aan het zweren over snackbaden en weet ik van die naam waar. En wij kregen niks. Dat ging nee. Partijtjes zonder soldaat. Nee, precies. Nee. Oh. Maar Milan Knol verdient het niet om met jullie te spelen, zegt Janke Juit. Precies. Ik ga eens proberen. Daar rol ik van. Oh, Tim. Nee, ik ben daar niet naar op zoek, jongens. Echt niet. Nee. Niet absoluut niet naar op zoek. Dat zeg ik ook, maar dat vroeg ook mensen. En dat zal ik nog eens een keer herhalen. Mensen zeggen ook nog heel vaak van... Beukje met het blok, met het blok, met het blok. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik vind het zo mooi om dat met onze club... Verdorie. Dan valt er die kaart op. Doe die nog toe. Ik zag net in goed verhoor. Ja, ik wil net zeggen. En ik wil graag met onze club, de maatschappij, met Co en dit en dat, wil ik dit doen. En dat zo creëer je een eigen karakter. En dat wil ik graag zo al. Nou hoor. En dat vind ik veel mooier. Ik denk dat een heleboel mensen zo over denken. Want er ben gewoon 500 en nog wat aan het kieken op dit moment. Nou, doe dan. En dan ken nog menig farmer. En 644 nummies, hè? Een punt. Ja, hoor. Zo is het. Nee, maar dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Ik wil met ons eigen doen. Kijk, en dat was een keer zo. Nou, ben ik een keer heb je bezig geweest. Maar dat is gewoon omdat we mekaar niet in de hoorn strikken of zo. Dat is met blok ook zo. Ik bedoel, niemand strikt mekaar in de hoorn. De kijker beslist wil er een kieken wil. Zo simpel is. Ja, hoor. Dus, ja. Daar wij mee bezig zijn, daar mogen we nou heel veel leren, denk ik. Ja, dat ben we lang zo ver, ben we nog niet. We moeten veel meer farming doen. Ko, doe steeds spam bij je droom. Kom snel in Bimmy. Ja, of lukt het niet? Moest eerlijk zijn. Jawel, ik ben vlak Bimmy. Maar dan even spambaan erom. Ik heb hier nog een loog link. Ken er nog wel een bij op. Ja, met wat aans. Kijk, dat zou ik wel een keer leuk vinden om door eens een keer iets met te willen doen. Maar dat gaat ook gebeuren, hè? Mr. Rick Baptist komt hier een keer. De corona voorbij is. Ja, als die hele corona is rommel aan de kant is, dan komt sowieso Rick Baptist hier. Som met Teun de Beun. En dan gaan we hier hartstikke leuke dingen doen. Ja hoor. Oh, Groen en Klaas. Janke Judde. Ach. Van Janke Judde. Oh. En Tietse ook gefeliciteerd. Pita vandoog op visite gehad. Wat? Tietse Durkstra heeft Pita vandoog op visite gehad. Ja. Minister. Heide. Heide. Nou, wij door de hele buurt voor de. Ko. Ja. Komst dan hier ook nog heen of? Oh, sorry. Ik dacht dat je. Nee, ook hier even heen. Even spaanbaan erom en even Bimmy kan. Zo. Zo bedaal. Au! Oh, kom hier maar in. Ja, spaanbandjes. Ja, ik dacht dat ik ze erom maar. Ach, dit heb ik al 5 keer opgeloord. Laat maar liggen. Ja, ik weet het niet. Sorry. Ik zie het voor me gebeuren. Ach. Waar ga je die maar op een eerste regelboom op hebben? Dan gooi ik dan een spaanbandje snel vaart. Nee, dan moest die spaanbandjes niet vaart doen als ik nog in de buurt ben. Want dan is me de hele fuck eraan hangen. Ik wil die ook niet fuck. Rie, een stukje voor u. Verder. Verder. Oh, terug. Nee, zo. Stap. Volk je beter mijn autoloader kopen, denk ik. Nee, dit is leuk. Dit is nee, maar los maar, Remus. Los maar. Los maar. Los maar. Ja, ze hang. Dat is het ook met zegt, hoor. En niet eerder de spaanbaan erom doen als ik het zeg. Oké. Okay. Dus in die linkerhand op het toetsenbord. Ja. Nu nog niet. Oh? Wat doe nou?
Ja hoor! Doe maar, ik ging zappen naar een andere trekker. Nou, kloor, riem maar naar de bal, dan ploft. Waar is die? Boom mean, toch? Ja, misschien is er iemand die wel pakjes kan laten daarmee spelen, zei Janke uit. Nou kent het wel weer, ik ben geen vrienden meer. Hoeveel ik nu nog, hè, Muus? Smolder maar in, smolder maar in. Hier zit nog groen, maar dat moet nog op Nijkaart. Wat? Dat kan wel voortgebracht worden. Oké, okay. Nee, maar gewoon zo'n naaie kaart rond. Nee. Oh, je moet hier in mijn deur raaks. Ja, of moet ik dat even voortbrengen? Misschien kan hier wel langs. En wacht een letje in door, ik kan even verlaatsen. Ik moet hier in mijn deur, kwak me daar in. Ja. Oh! Jongen, doe er iets totaal de verkeerde kant op. Ik snap niet wat erin geeft. Ja, maar daar was toch die pakje in. Nee, joh, hoe komt erbij? Hoe was dat dan? Nou ja, kijk maar dan. Ik weet het niet. Ik hoor een andere wagen op. Kiel. Ja, maar dan hebben we net over uit, ja. Ik ben bij die balenvent toch al west. En door is compleet aan de hoek van mij. Het is onvoorstelbaar. Word ik namelijk krijgen. Oeh, blikje, wat was dat? Het onweer hier baan, nogal, of niet? Oeh, ja. Onweer het hier, Janke Jude. Je moest het ook zien. Koop is toch al onderweg naar de balen, verkoop hem niet? Ja. Daar is toen een rechtsboom naar de map, hoop ik. Juist, daar is hij. Maar jij bent er net heen gereden toen ik weg was, hoor, kameroor. Nou. Ja. Maar waarom is er dan zomaar die kaart op? Ja, voor mij, ik had dat in die minimap zien. Ik dacht dat hij daar zat met die hele club. Nee, rechtsboom meen ze dat door stil. Dan kan de saaimachine al aan de gang hier of nog niet? Oeh, dit is wel een nauw hier. Legend? Ja. Zal ik zijn machine pak? Ja, om hier wel. Maar ben die bal nam een beetje weg of niet? Nou, als kool er weer is, 3 kwartier, dan ga ik toch weer meer verder. Oké. Okay. Nou hebben we niet echt een geschikte trekker voor die saaie toestaan. Meer. Koop hem maar in mijn bier, dat is toch zo groot. Nou, dat is eigenlijk die... Ah. Zoveel geld is er niet, hè? Nou, ik probeer het nog wel even met de 1056. Ik ga net zeggen, ik heb ook nog een fanstone met een beetje tarwe erachter. Misschien dat die ervoor kan. Ja, is ook maar een schiet, denk je, vind ik, of niet? Je bent ook al aan het combinen, hè? Jazeker, dat heb ik al kloor. Oké. Okay. Hey, kill. Wat ben je productief? Ik heb al 2 keepers met tarwe. Tarwe? Tarwe. Tarwe. Ik kom ernaar. Chat, even zien. We hebben geen sleutel, dan puzzelen we letten wel op. Je reed met haar, Muus. Oh, sorry. De poppetje heeft de hand niet heel stevig op stuur. Deze niet? Nee, dit is een... Nee, niet een key. Maar hij heeft wel een mooie muts op, Jan. Oh, dat kan ik nou niet zo goed inzoomen, eerlijk gezegd. Arjan Stokvis zegt, goede naam nemen, vanuit Reizen over IJssel. Goeiedag. Oké. Okay. Reizen, daar komt Schuidenmaker. We hebben ook er niet over. Met die haakbeeld. Dan ben ik vorig jaar nog een beetje op vakantie geweest. Oh ja, wees. Schuidenmaker. Schuidenmaker, is dat wat, jongens? Right. Ik weet het ook niet. Schuidenmaker, dan ben je haakbeeld, toch? Die game music, ik heb ze verkocht. Ah, goed bezig, jongen. Dit moet helemaal werken, want ik heb geen soort bij me. Ach, nee? Is niks meer in de buurt? Nee, dat is helemaal leeg. Maar dat wordt niks. Nee, dat wordt niks. Ik hol hem, of moet we hem soort opholen? Ja, haal maar een paar big bags. Maar dat wordt met dingen wordt het niks. Nee, dat is gelijk. Dan doen we dat even officieel vanzelf. Hold ook met hem naar je bollenbom nog. Ik ben onderweg. Nee, toch? Nog een bollenbom? Ik in deze wagen is niks. Dat is hartstikke mooi. Oh, maar ik. Even kijken. Her. Ach, die hebben we er niet in zetten, dan. Nee, maar. Jammer, Jas. Weet niet. Oh, die. Of zou die bij de dieven zijn? Ja. Hier zitten. Mooi dikke VGM-soort bakje wagen. Oh ja, die. En nemen we met de B. En ben je soort, big bucks. Loor de pak maar op. Hardho.
Het is ook, er zit een apart in tarwe en gerst en zo. Ja, dat heb ik nooit. Ach. Dikke kijk in een groot dup, maar een trekker blijft nou al lang. Boomborrels. Oh, wat is een mooie combi. Ja, moest zo meteen even, even heel verrast doen, ja? Legend. Oh ja. Even een popita's aan toe. Toeski. Ja. Handje voor pita's. Even een handje voor pita's eraan. Oh, ik het omweer hier niet. Ook, ah, ben ik weer. Nou heb ik €133. Dat kwam dichter bij de, bij de boete in de buurt. Ach, nou is dat steunpootje weer te hoog. Wat jammer weer. Oh ja, dat is net Legend in het zwembad. Hij staat nu echt een stukje door naar de bodem klaar. Hij zit op de struik, maar die voegjes. Ja, die voegjes, die maken ze helemaal glad. Ze stukken door hem nou voor mij. Mijn pootje is ook periscoop geschuurd een beetje aan. Mijn steunpoot. Waar bist u, Legend? Oh, achterom. Ik kom eraan. Doe even verborgen doen, ja? Ja. Net zoals toen, is wel? Ja. Oh ja, weet ik niet meer. Oh nee. Ja. Het doet er dan niet. Oh, even moet het kind wel eens omweer, nou ben die. Nou, ik heb buiten aan haar gekeken, maar ik zie het niet. Ik ook niet. Hoi, Legend. Ja, daar komt door aan. Daar is één huis weer. Daar is één huis weer. Kerel, waar komt ie? Ja, wij. Goeie. Ja, hoor. Ja, hoor. Die steunpootje heeft niet. Willy-titi. Willy-titi. Binnen. Vorige keer was het enthousiaster. Ja, ik hoor een oude toeter in. Ik hoor hem op Lespa. Wanneer gebruik je een drijfmesttank? Als je drijfmest wil vervoeren. Even hey, wat nu slijt straks niet meer. Nee, zo is het al van de rest. Nee, zo is het. Ja hoor. Dit gaat in de praktijk ook zo, Jan. Snap ze? Ik heb niet gezond bij de been, jongens. Wat ik heb een hele liter peren samen. Peren. Komt dat nu de Engst of in de Merrie? Ik kom van een Merrie. Of zouden mensen in de chat? Zal ik dit met een veuloder boven de saaimachine hangen? Oh nee, hangen? Alsjeblieft. Ja. Doe maar met een hengje. Ik wist er wel ben, ja, met z'n oren in haar. Doe maar met veuloder. Ik zal Kool hem dem. Even maar nou. Even kijken, hoe doe ik dat? 1, 2, op, weg. Ik veuloder af, ik zie voorlader op een gamers, ik zie Little Boonie op, ik zie voorlader met een handje, zeg je ze. Handje, zeg Bahamian. Boos zien die handjes. Veuloder, zeg Hans. Handje. Dus handje waar ik met de handjes. Linkerhaan, zeg Wijnen. Dat tegel. Handje, hengel, eerst op een linkerhand zitten, zegt. Nee. Ik doe veel over. Shovel kan ook. Oh, Stijn wil graag een eerappel kopen, maar die weet niet hoe het moet. Nou, Stijn gaat graag een eerappel erin laten vallen. En we dicht. En dan weer dicht. Doe naar rechter lijn, ik zeg, span even een roodje. Nou, Hans, mijn rechterhand die is op dit moment laam, dus er wordt niks met mijn rechterhand. Nee, het moet nou even op links. Volledig over Bella. Bessie Corina zag, die zegt go. Ja.
Bassie Boy, dat kan niet, jongen. Dit kent toch niet? Kan niet. Hey. Kan niet, jongen. Oh, hallo. Nou, dit wil niet. Oh, sterk niet. Ja. Geen grip op de elementen. Ah. Op de elementen niet? Nou, maar op. Hij zou naar de baan aan gaan rijden, weet ik het niet meer. Nee, hij had die punten ook getrokken door bij die punt. Dus hij gaat naar 3 ver. Ja. Wat is met aanhanger en afmaken? Wil dat niet? Ja, zo nee, de boom dit is een verkeerde gribber. Ik doe het met de haan, jongens. Dit is niet eens. Nee, ik doe het alleen maar blank. Dat doe ik meteen maar. Oh, Jelle helpt die wel even, die is de biedie. Ja, kom eraan. Ik heb een trakje tarwe voor het bracht. Ik heb hem verkocht. Janke Juijden op emusfarming.nl/merchandise. Ja, wacht maar even. Ik kijk even mee naar. Is hier een in de buurt? Jelle, wil Stemus staan? Check dit, jongens. Ik ben even dichtbij staan. Kijk. Oh. Even zijn co-muts. Hij is digitaal gratis. En in het echi. Bijna voor niets. Ja, toch? Ja, hoor. Zo so is dat. Oh! Uitroepteken muts, dan zal Poekie dat vertellen. Ja, nog. Jits zegt uitroepteken muts en door is het te vinden. Ik ken er nog meer, hè? Fight. Hij zit vol, 100%. Ah. Ken die trekker dat er is? Vanzelf. Oh, echt gek. Wat moet erin, jongens? Oogst op 1. Koolsoort, hè? Welke fabriek staat hier in de buurt? Welke fabriek? Ik doe nou alfalfa erin. Alfalfa? Of Sibus? Sibus? Nee, hier niet. Ja, nee, Sibus. Doe maar Sibus. Wildgras kan ook wel. Ik ben er niet elke keer bij jou, hè? Hordgras, zei nee. Simon. Ik doe alfalfa erin. Oh, we knitten dat mooi. Check toch dit. Oh. Och, gooi. Nou. Waarom kiep je hier op zit? Toen moest die pakken wel bloeien, Samo. Maar de legend heeft het dan last van. Oh, die zijn er nog niet weg. Nee. Oh. Check dit, jongens. Oh, wacht. Als ik ook stap over, hè? Let op. Oh nee, nou niet. Oh ja, nou. Oh, oh, oh. Hij doet wel rond op het visé zetten, hoor. Dat zo. Niks. Prachtig, met mooi weer zijn. Wat wil je nog meer? Luts niet, jongen. Ben jij goed bezig? Jij spent er weer. Mooi weer, dan wel een dikke muts op. Dat wil. Ja, spit op kop. Wat is dat? Op Pux voor Hanna Davy, die is relatief mooi hashtag partner of uitroepteken partner. Oh ja, ja. Dat is voor second love of zo, maar. Tinder. Nou, toen heb ik een beetje de biedt niet als nu al op Tinder zit. Nee joh. Tinder. Vrijdag heb ik een Tinder besteld. Hoeveel is het? 5. Man. Ford Museum, jouw. Vanzelf, Eddy. Ford Museum, jongen, dankjewel weer voor de 20 euro. Hij zegt weer een superleuke mooi, string. Dikke hype. Dikke hype van dankjewel, Eddy. Alms. Ik heb Eddy van week nog wat opgestuurd, hè? Oh ja? Ja. Want ik had vorige week, dat had ik verteld. Ik had even een proefpostpakketje gemaakt. Met Eddy's in adres stond weg. En ook al betaald. Dus chips. Ik denk, nou, dat is waar. Ik stuur hem wat leuks over. Hé, wat gebeurt hier? Wat?
Ja. Wat gebeurt er nog? Kom eens, Bibi. Van de pak in de lucht? Nou, er ligt in één keer bult gras. Nou, ik zie geen gras, ik zie alleen een pak. Jelle, noos die daar. Nee, ik sjouw met een pak. Ja, maar woens u liefst. Ziet u hier een bult gras liggen? Hier? Nee. Maar, hè? Ja, nog één minuut zie je een gras olifantjes, maar dat komt puur van die film van daar. Nee, hey, weet je wat ik deed? Ja. Ik ging helemaal mop leggen. Kijk, is u dat Jelle? Nee, ik zeg die niet. Ik weet niet wat jij maar aan zegt, maar... Wat ben je dan down? Die kar is nog steeds niet vol. Waar ben je toen aangekomen? Ik ben hier bij Jelle. Hé? Wat ben je nou aan het doen dan? Is u dat Jelle? Wat moet ik zien? Ik zie ook niks. Leg de pakkers neer en druk als rechte muisknop. Rechte muisknop? Ja, naar de pak toe, dat handje op pak is. Ja, dan geeft ze hem een schop. Ik trek die pak nu de koor. Ja, dan trek ze hem uit mijn koor met de rechterhand. Ik heb hier nou niet. Nou niet. Ik heb hier al bult gras in het land liggen. Nou ik heb niet een meer. Knie dood aan gewoon. Hier ligt geen bult. Hier niet? Hier ligt gewoon een pak. Doe het nog eens, Ko. Dat wil nou niet meer. Het gras snij. De grassnijfunctie was aan. Dat heb ik uitgezet. Grassnijfunctie? Ja, is toen Ctrl-G dus. En dan bij de tandwieletje onderin balen opensnijden activeren. Oh. Oké. Ik ga morgen weer werken op een zorgboerderij in Amstdelden. Ik via de Onmeurnig mooi. Ah, Arjan Stokvis, leuke woorden, jongen. Oh, hartstikke ja, leuk. Dikke hype. En vertel het op het werk, jongen. Vertel het. Zeg het voor. Oh, Ctrl-G moet je niet doen, zie ik net van de hulplijn. Nee, die messenstekerij niet zeker. Je hebt toch niet een pak gekut, zegt Simon. Nou, Simon, één denk aan die toren. Dat is vast. Tijd om op te slaan. Nou, momen. Zal ik hem opslaan, maar dan komt hij niet. Oh, het is nu opgeslagen, denk ik. Ja, okay. Dat denk ik ook, ja. Dank je. Dank je, oh ja. Dat is super. Goeiedag, heen, vanaf de wieken. Hoe is het ermee? BDB, goeiedag. Hartstikke goed, joh. Jelmer de Vries, waar kunnen die Venus Keeper downloaden? Uitroepteken Mats. Hey, god, dat ik dacht, dan kreeg ik helemaal mijn hoeking. Van dat ik ga met mijn deur. Deze week was wel saai. Wel lorren op een gras gemaaid. Van het land gehaald. De band ploeg in de gras. Gewoon goed, ik kan pop. Zo. En door. Nee, kut, beeld moet je niet doen. Inderdaad, dat ging bij ons nooit goed in multiplayer. Oké. Dat zeg ik ook altijd uit, dat gras snijden. En het dichterbij zetten wel. Dat kan namelijk in het controlgeen menu. Oké. Ja, objects, als je objects wil plaatsen, dat dichterbij kan. Oh. Dat is meer. Ja. Juist. Maar, jongens. Verder gezicht. Jongens, als ik straks bij de kopwagen ben, dan gaan we ermee stoppen. Is niet leuk om te horen, snap ik. Nee. Ik heb hier zelf een werkster. Die legend wil niet in hun. Mutsko. Ja, die zijn allemaal mutsko's. Ach. Ja, tuurlijk. Nee, ja. Het is 11 uur weg. Ja, het is 11 uur weg, jongen. Ja, hoor. Wij moeten de muziek. Oh, wat een sound, Engels. Fantastisch, hè? Mooi. We moeten een muts opbereiden. Een eind aanbereiden. Zal ik hem aanstaan, hoor? Ja. Ja, een mooi voor de screenshot. Dit is wel een van de mooiste screenshots, denk ik. Ramon, eerlijk weten. Ja, doe maar, stop alleen maar op die trekker eigenlijk, hè? Doe maar, ja, eigenaar. Ja, ik ben eigenaar. Daar mag ik zo'n beugel in. Ja. 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 Harms is goed, ja. Bedankt voor de heerlijke stream. En tot de volgende keer, Henk Hemstra. Goed bezig, jongen. Agian Molenaar. Ik ga morgen weer een squaller. Bergen al. Ja, niet mijnen die heen. Wel.
Wacht. Ja, Scharbop, dat is deze heeft jij mij gestuurd. Ja, klopt. Die karm, hè? Leuf ik wel, toch? Of was dat die Venusworm? Karm, ik had... deze had... Dit van Sim Fortuyn. Eigenlijk ben alle mods op dit moment van... Sim Fortuyn. De vent is van Bezefit. De keepers van Veenhuis is van Scharpaf. En zo kreeg ik altijd mooie mods van goede bekenden. Ja hoor. Want simpel zaad, ik kom er niet aan toe om er allemaal uit te volgen. En als een ander al iets moois heeft uitgevonden, waarom zal ik dan het wiel opnieuw uit moeten vinden? Nee, dus ik ben al lang blij. Ik ben al lang blij dat er wordt geadviseerd met leuke tips van leuke mods. Zoals deze voor de Legend Now in zit ook. Is een fantastische vent. Bezig, jongen. Echt voor. Ja, mooi nee. Dat is een mooie trekker. Mooi trekker. En wat is Co? Wait. Oh, die is even er niet. Daar wacht ik nog even op Co, jongens. Hij is mooi trekker. Maar toch, het soundje van deze. Zijn een gekke. Ja. Oh, ja, die is mooi. Ja. Er zit wel power in dat ding. Want ik start de trekker en de saaimachine draait op direct. Ja. Hij geeft er niks aan. Of die koppeling is een stuk natuurlijk. Die koppeling die je zijn. Dat geeft van Jezus. Een beetje cola tussen. Oh nee. En een kopbak. Hij is mooi. Het ergste is dat ik niet zelf meer weet waar ik hem gevonden heb. Ja, dat is bij jou op Discord te vinden, zo simpel is het. Ja hoor. Bij Bezefits op Discord, dames en heren. Hoe vind jij hun Discord? Dat is om als je hun video bekijkt, dan kom je hem vast in de beschrijving tegen. Wij maar om is om eventueel. Bedankt. Dat is toen hier staat. Karmic. Dat is een karmic in beeld. Oh ja. Niet op een karmic staan. Oh, ging ik erop staan. Coaster, ja, zo. Oh. Oh, plaatje. Wat best. Ja. Plaatje, jongens. Sorry. Ja, hoor. Anderhalf meter, hè, Legend? Ja. Jongens, het was mij weer een waar genoegen. Verder dat we stoppen, wil ik altijd de volgende mensen even hun momentje geven door dat even voor te lezen wat er gebeurd is. De afgelopen stream waren er weer verschillende gulle giften door de volgende mensen. De postcode loterij. Gaston. Pieter on a Farming. En Pux for 180,000. Twee euro. Superjet. Ja. Superjet. 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 Dikke high perks, jongen, dankjewel. Ik ga nog even verder. Klaas Mulder was er anoniem. Christian werd een nieuwe sponsor. Bassie, Pidrone, Tiemen, Henry, Luc werd nieuwe sponsor. Tiemen, Danny DJ, Nick, Harms en Danny de Jong. Harms Farming zal een verlenging hebben gehad. Harms, goeie oordag, hartstikke mooi, dankjewel. Jaguar, Pux, Omejoop, Beddes. Deed ook een verlenging waarschijnlijk. Pux, Geert Speelman, PDH filmt, Fort Museum en Pux deed de laatste. Supertje! Supertje. Jelle die speaker. Mensen, allemaal weer bedankt. Legend, Co en Eemhuis ook weer bedankt voor het mede mogelijk maken van deze mooie avond. Ik denk dat we mooi wat werk verzet hebben met onze maatschap. Ja. En groeg tot de volgende keer. Hartstikke goed, Legend. Niks aan toe te voegen. Iedereen bedankt, inclusief de moderators enzovoort, enzovoort. 663 dukjes omhoog. Stop even zo, hè. Even, Legend. Scharpaf wilde ook zijn waardering nog even tonen en doet het met 5 en zegt alvast wel terug neer, was weer een mooi stream, op naar de volgende. Dankjewel Scharpaf, jongen. Ja, dikke hype, dankjewel. En Legend, bedankt voor jouw woorden. Ja. Co. Yes. Ja, klaar, maar... ja. Al was nog even wat toevoegen. Ik wil iedereen ook weer namens Co super bedankt natuurlijk. Stop even Co, niet op die trekker. Wat doe ik? Nee, Legend, die ga je maar nodig.
Die pest hem over een kabbeling, pardon. Ja. Van mij is dat wat een hotje. Nou, ja. Ik veeg hem wel af met die muts. Nee. Oh, Nick! Nick, jongen, ook nog bedankt voor de 5 en zeg Kil, een goede week, kalm. Yo, dank je. Hi. En ik wil nog even koop bij de schaapwensen met zijn arm. Ah, dank je, lieverd. En rustig aan, jongen. Zo. Ja, dat word ik wel... Ik word wat kalm op. Kil, was er nog wat aan toevoegen? Nee hoor, ik wil iedereen super bedanken. En ik zou zeggen, jongens, en Wichter, blijf gezond van de week. En dan zien we jullie volgende week alweer. En dan hoop ik met buitenraam. Want hier word ik echt helemaal van. Nou, dat ben ik wel om, ja. Heb nou, ik een spuit erin, jongen? Dan gooi ik ook de eindshot erin, jongens. Iedereen dikke top dat we waren. En tot volgende week. En dan zien we wel weer. We moeten nog helemaal opnemen, begrijp ik. Dus we zien wel even wanneer er weer een opname komt. Maar dat komt allemaal gauw, hè? Mensen, ja, tot volgende week. Yo. Yo. Hey. Hey. We hadden dit ook nooit verwacht. Dat dit zo wordt waardeerd, is ons al een vriend. Ik snap het nooit, waar is nou echt de kracht? Gewoon begon, hier in Gran, allemaal met mijn koor. Zo'n hart zo'n kermis streunde, daarom al die door. De maatschap aan de gang, nee, wie ben nooit bang. Zom aan het werk is woord en draai. Zelfs om in een beeld, nou noem dat verveeld. Waarom nog een ondesinfectant? We komen hem, hier in vreugd, allemaal met mijn koor. Zijn hart zo'n kunnen streun, de daarom houdt niet door. Hier ik hun, allemaal met mijn broer. Zijn hart zo'n kunnen steunen, waarom al die door. Arms jongen, nou dankjewel hè, super jongen. De dumpen zijn al hier nog ja. Met de abonnees is er al die feest. Op zondag goed met één muzikoon. Die grondigen, die rigen, allemaal met mijn koor. Zijn hart zo'n kunnen streunen, waarom al die vloer.